Goedenavond allemaal. Fijn dat u er allemaal weer bent. Op de eerste vergadering na het reces. Ik hoop dat u allemaal goed uitgerust bent en dat we wat dat betreft weer het goede gesprek met elkaar kunnen voeren. Vanavond een aantal onderwerpen op de agenda waar we dat kunnen. Van deze kant zijn er geen mededelingen. We kijken nog even naar uw raad of er van uw kant nog mededelingen zijn. Zo niet, dan hebben we agenda punt 1 de opening gehad. En gaan we naar het vaststellen van de agenda. Ik wil daar het voorstel doen om gezien de grote hoeveelheid insprekers een knip te maken in de agenda. En bij punt 3 wil ik graag het spreekrecht doen aan twee sprekers die niet gaan over de recreatiewoningen. Ik zal zo de heren naar voren roepen. En bij agenda punt 4 wil ik dan de insprekers de ruimte geven met betrekking tot de recreatiewoningen. Als dat tenminste uw goedkeuring kan wegdragen. Ik zie daar geen reactie op, nou de goedkeuring. Uitstekend, dan wil ik het op deze manier gaan doen. Dan zijn we daarmee ook al aangekomen bij punt 3 van de agenda, het spreekhuis, het spreekrecht. En ik wil graag als eerste de heer Leemhuis het woord geven over de verkeerssituatie bij de Borshoektunnel. Ik zal vanavond wat streng in de tijd zitten. We hebben afgesproken met elkaar dat insprekers maximaal 5 minuten hebben. En ik zal daar vanavond ook streng op toezien, want loopt de vergadering wel heel erg uit. De heer Leemhuis, aan u het woord. Goedenavond, meneer de voorzitter. Geachte leden van de raad, geachte college. Als maatschappelid van de fysiotherapie en ergotherapie De Haren sta ik hier om met u te spreken over de vestiging van ons op het sportpark De Boshoek. En ik wil graag het volgende aan u voorleggen. In 2012 is intensief contact ontstaan tussen ons bedrijf en de gemeente Hardenberg om van de oude vervallen gymzaal op het sportpark een modern gezondheidscentrum te maken. Deze contacten hebben geleid tot een tweede vestiging van De Haren in Hardenberg, die in september 2014 in gebruik is genomen en waarop de toenmalige wethouder Douwe Prinsen in zijn openingsspeech benadrukte dat het belang van gezond bewegen en de extra kansen hiervoor werden geboden met de komst van de vestiging van ons op de Boshoek. De activiteiten sloten prachtig aan met Vechtdal Vitaal, dat zich hard maakt voor een gezond Vechtdal. Ons centrum was en is een welkome aanvulling voor Hardenberg en de wijk Heemse in het bijzonder. Sinds de beëindiging van de fysiotherapiepraktijk Koekoek waren de bewoners vanuit deze wijk namelijk aangewezen op Hardenberg. Het verbeteren van de verkeersveiligheid door de aanleg van een tunnel onder de N34 was in 2014 al actueel. Als praktijk waren we erg blij met de aanleg, want het kruispunt was levensgevaarlijk en ook cliënten van ons hebben dit helaas ervaren. De promotie die er is gemaakt door de ADM-combinatie Flow is door ons dan ook steeds gedeeld. Omleidingen, animatiefilmpjes en folders konden bij ons in de wachtkamer bekeken worden. Ik heb bijeenkomsten bezocht en daar bleef ik ook enthousiast over de prachtige Boshoektunnel. Op die bijeenkomsten is echter nooit gerept over afsluiting van de Hessenweg. En op de animatiebeelden die door Flo getoond waren, is geen relatie te zien tussen de bereikbaarheid van de Boshoek en de bereikbaarheid van Heemse door de tunnel. Dus toen op 14 juli plotseling een stalen afzetbalk over de Hessenweg werd verplaatst, waren wij compleet overrompeld. Pas die dag werd ons duidelijk dat Sportpark de Boshoek volledig en blijvend onbereikbaar zou worden gemaakt voor gemotoriseerd verkeer via de Hessenweg. Wat hebben we gemist? Waar is de communicatie fout gegaan? Ik weet het oprecht niet. Ik vraag me keer op keer af hoe zo'n ingrijpende aanpassing, ondanks de vele communicatie- en media-aandacht, zo uit beeld is gebleven. Hoe kon het dat we dit over het hoofd hebben gezien? Maar niet alleen ik, velen met mij. Buurtbewoners, patiënten, voetballiefhebbers. Overal waar ik sinds 14 juli kom, kreeg ik dezelfde verbaasde en verontruste vragen. Hebben we ons destijds bij de plannen van De Haren op locatie De Boshoek niet voldoende laten voorlichten? Zijn we onwetend gehouden? Hebben we, om het maar eens even in verkeerstermen te houden, de afslag gemist? We zijn er nog steeds niet achter. Maar betekent dit dat we ons moeten neerleggen bij deze situatie? En de veiligheid van onze patiënten dan maar op een andere manier moeten laten zien? Ik dacht het niet. Wij vinden dat hier wat veranderd moet worden. En daarom sta ik hier. Namens onze praktijk, namens onze cliënten. En ik weet ook namens veel mensen uit Heemse
die bij ons in de praktijk klagen over de slechte bereikbaarheid. Ondanks veel speurwerk is het ons nog steeds niet gelukt om te achterhalen wat de precieze reden voor de afsluiting is geweest. Kennelijk is al in een vroeg stadium van de plannen dit ingetekend. Maar waarom? Was er een reden om te verwachten dat de Hessenweg drukker of gevaarlijker zou worden als de oversteek van de N34 zou worden vervangen door een tunnel? We hebben tot hierop vandaag geen enkele aanwijzing voor kunnen vinden. Sterker nog, het lijkt ons logisch dat de Hessenweg juist minder druk gebruikt wordt nu er een veilige oversteek onder de N34 is gekomen. Hierdoor is er immer geen reden meer om via de toch al drukke Haardijk en de vele verkeerslichten en de Hessenweg naar het sportpark te rijden. Maar geldt dat niet alleen voor mensen vanuit Heemse, maar het geldt vooral voor mensen uit de Maaslanden, Baalder en Baalderveld en uit Ommen en Koevorden die veel makkelijker meer op de boot komen. Afgezien daarvan, de Hessenweg is voor mij, voor zover ik weet, nooit een gevaarlijke weg geweest. En ook de gemeente Hardenberg stelt dit. Want in een bericht op 7 juni op de website staat dat in afwachting van de opening van de tunnel tijdelijk al het verkeer van en naar de Boshoek over de Hessenweg wordt geleid. Aanvullende maatregelen werden hierbij niet nodig geacht, omdat de weg mede dankzij de aanwezige fietsstroken veilig genoeg is ingericht. Zo staat het letterlijk in het bericht. Voor ons is de reden voor de afsluiting van de Hessenweg dus een groot vraagteken. Wat we wel weten is dat veel van onze cliënten uit Heemse vanwege hun klachten zijn aangewezen op de auto. Zij moeten nu kilometers omrijden om ons te bereiken en zorgen daarmee voor nog meer belasting van de drukke Twenteweg en Haardijk. Tel daarbij de zeer verwarrende en gevaarlijke voorrangssituatie aan weerszijden van de tunnel, het ontbreken van een alternatieve uitvalsweg in geval van calamiteiten en u begrijpt waarom wij met klem aandringen om een heroverweging van de verkeerssituatie rondom de Boshoek. Want als ergens geldt, dan geldt het hier wel. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Er is veel onrust ontstaan over de situatie en daarom pleiten wij voor veiligheid en duidelijkheid. Een goede en veilige bereikbaarheid van de Boshoek is het belang van iedereen. Door het laatste eind van de Hessenweg in te richten als fietsstraat, waar auto's te gast zijn, zoals we dat kennen van bijvoorbeeld de Gransbergweg, blijven wij ook voor de minder mobiele bewoners van Heemse bereikbaar. In een gemeente die zich de meest toegankelijke van Nederland mag noemen, moet dit toch mogelijk zijn. En wij vertrouwen erop dat u doet wat in uw vermogen ligt om deze situatie te goed in te keren. Dank voor uw aandacht. Dank u wel, heer Leemers. Blijft u nog even staan voor wellicht wat vragen die er zijn. Allereerst bedankt voor uw bijdrage. Ik kijk even rond of er vragen zijn. Ik ga gewoon even linksom. Ik blijf hangen bij de heer Gezing. Heer Gezing, aan u het woord. Dank u, heer Leemers. Het lijkt bij een heldere uiteenzetting. Ik kan het ongenoeg redelijk goed begrijpen. Blijkbaar is in de communicatie in ieder geval iets goed fout gegaan. Ik heb voor de heer Leemers nog twee vragen. Sinds 14 juli is de tunnel erin gekomen en is de Hessenweg afgesloten. Is er sindsdien nog contact geweest met de gemeente over dit? Ja, meerdere keren. Ik heb een gesprek gehad met de wethouder. En de wethouder heeft mij verwezen naar plaatselijk belang Heemse. En ik heb ook contact gehad met plaatselijk belang Heemse. En ook plaatselijk belang Heemse deelt mijn ervaring over het ontbreken van duidelijkheid omtrent deze afsluiting. Ik heb met leden van het CDA gesproken. Er is wel meer contact geweest. Ja. Oké. Okay. Dank u. U geeft ook aan de andere gebruikers van de Boshoek, zoals onder andere HC en GZG, wel op de hoogte zijn gebracht van het besluit om de Hessenweg af te sluiten. Is u bekend hoe de andere gebruikers tegenover de afsluiting van de Hessenweg staan en of zij in het verleden hier actie ondernomen hebben om dit tegen te gaan? Ja, wat ik weet is, en ik heb mij sinds juni daar toch wel wat meer in verdiept. Er zijn meerdere sporen te zien. Er is bijvoorbeeld een actiegroep vanuit Reserveen geweest, die ook via het plaatselijk belang hebben aangegeven dat ze het onwenselijk vonden dat ze afgesloten werden, want de mensen kunnen moeilijker naar Heemse toe. En ik weet dat er een werkgroep is geweest vanuit Heemse, en die heeft tot 2014 getracht om alternatieven aan te dragen, maar die alternatieven werden vrij makkelijk van tafel geveegd door de gemeente of door de verkeersdeskundigen die op dat moment het woord voeren. En daar is verder niets mee gedaan. En gold dit ook voor de sportvereniging of de Boshoek? Nou ja, dat is een lastige. Ik weet ook van HSC, met name van de voorzitter Bert Beun, die ook al heeft aangegeven dat hij het een vreemde situatie vindt dat het op deze manier gestalte heeft gekregen. Dank u. Goed, dank u wel. Ik ga even verder. Mevrouw Meijering. Ja, bedankt voor uw inspraak. Ik heb een vraag. U zegt in 2012 bent u bezig geweest met uw vestiging wellicht op de Boshoek.
Was u toen bekend dat dit... U was niet bekend dat dit afgesloten werd. Als u bekend was geweest, had u uw bedrijf dan gevestigd op de Boshoek? Ja, ik denk dat ik mijn bedrijf best wel gevestigd had op de Boshoek. Want wij vinden nog steeds dat we daar een fantastische locatie hebben. Maar ik denk wel dat ik op dat moment ook in gesprek was wel gegaan. En, ik verwacht eigenlijk ook wel planschade op dit moment. Want kijk, in de tijd was het zo dat wij de enige praktijk waren. En nu wordt er langs mijn collega's gereden als ze naar de Boshoek toe gaan. Dus ik had er wel anders nagedacht, maar ik denk wel dat ik mij gevestigd had. Oh, bedankt voor het antwoord. En ik ben benieuwd, wij hebben ook schriftelijke vragen gesteld over dit onderwerp. Daar zijn er geen antwoorden op. Maar misschien voelt de wethouder zich geroepen om toch nog wat antwoorden of toelichting te geven naar aanleiding van de vragen die u ook stelt. Dus, mocht de wethouder dat is niet de gewoonte, mevrouw Meijer. De gewoonte is dat de inspreker, dat u daar de vragen aan kunt stellen en niet aan het college. Ik zal het echt in overweging nemen of ik soms in de portefeuillehouder nog ga vragen of die eventueel daarop antwoord kan geven. Ik ga even verder. Zijn er nog andere vragen? Geen vragen meer? Dan dank ik de heer Leenhuis voor zijn bijdrage. Dan gaan we door naar de volgende inspreker. Graag gedaan. Ik wil graag de heer Wendt naar voren vragen in zaken het schoenmakershuisje nabij de Hessenweg. En voor u geldt ook dat er 5 minuten zijn. Ik denk dat ik me eraan houd. Het is de tweede keer dat ik mag inspreken hier. De eerste keer was ik hier over asielzoekers. Totaal ander onderwerp. Maar nu over iets waar ik mij erg druk om maak. Geachte leden van de raad. Als geboren en getogen Hardenberger heb ik de modernisering en ontwikkelingen van de stad Hardenberg meegemaakt. Vanuit mijn geboortehuis hier tegenover kon ik vroeger in mijn huiskamer de schaatsen onderbinden om te gaan schaatsen op de plaats waar u nu vergadert. Veel ontwikkelingen zijn Hardenberg echt ten goede gekomen, maar er is veel historie en daarmee historische gebouwen verloren gegaan. Als lid van de fotoherkenning van de historische vereniging zie ik dat veel prachtige historische gebouwen vrijwel allemaal verdwenen zijn. Dat is een pijnlijke constatering. Maar de modernisering woede in de jaren 60 en 70 heeft heel duidelijk zijn sporen nagelaten. In 2012 moest er weer een historisch pand wijken, namelijk het schoenmakershuisje in Heemse, voor een toegangsweg voor de nieuwe gebouwde Rabobank. Ondanks vele protesten van de historische vereniging, plaatselijk belang Heemse, Heemschut-Overijssel, etc., heeft de slopershamer wederom gewonnen. Het werd zelfs van de gemeentelijke monumentenlijst gehaald. En ondanks het negatieve advies van de commissie bezwaar en beroep werd toch doorgezet. Nadat de bestuursrechter had gesproken in het beroep dat de vereniging Heemschut had aangespannen, werd in de vroege morgen na de uitspraak de afbraak uitgevoerd. Tot zover de geschiedenis. In alle publicaties en schrijvende pers, radio en tv werd er gesproken over verplaatsing. Tot op heden, bijna 6 jaar na de afbraak, is het stil geweest. En ik vind het onbegrijpelijk dat de politiek, dus u als raad, het college niet houdt aan de afspraken. Oud-wethouder De Vent zei destijds in 2012, letterlijk in een nieuwsuitzending van TV Oost, dat dit huisje niet zou verdwijnen, maar 10 meter verder zou worden herbouwd. In de stukken die u als raad hebt toegezonden, hebt u kunnen lezen dat de toenmalig wethouder De Vent aan mij schrijft dat er in de exploitatieovereenkomst met de aannemer een duidelijke passage staat over de herbouw. Echter schrijft hij ook dat de aannemer de mening is toegedaan dat op de plaats van de herbouw nu nog een parkeerplaats ligt en herbouw daardoor niet of nog niet kan worden doorgevoerd. Een terechte opmerking van de aannemer, met deze kanttekening dat deze parkeerplaats vrijwel altijd geheel leeg is. Als je de stelkomplaten laat liggen, blijft deze parkeerplaats daar tot in lengte van jaren, maar heeft mijns inziens geen enkele functie meer. En smaken kunnen verschillen, maar het ziet er toch ook echt niet uit. Toen ik daarover sprak met de betreffende aannemer, betreffende ambtenaar, zei hij mij dat dit mijn perceptie is, maar niet de perceptie van de aannemer. Beste raad, dit is geen perceptie. 3 weken lang
ben ik 2 keer per dag wezen kijken en ik kan u zeggen dat de betreffende parkeerplaats altijd leeg of vrijwel leeg was. De nieuwe wethouder Luiten, hier achter mij geloof ik, kan dit denk ik goed beamen, want ik kom er dagelijks denk ik langs. Daarnaast, velen van u komen daar ook langs en die kunnen dat ook constateren. De laatste jaren is het personeelsbestand van de Rabobank fors ingekrompen. Sinds een paar maanden hebben wij een nieuwe raad en een nieuw en jong college. En ik heb begrepen dat dit college ambitieus is. Daarom lijkt mij dit het juiste moment om dit onderwerp bij u aan te snijden. Ik vraag u raad om het college onder druk te zetten om de gemaakte beloftes snel tot daden om te zetten en de aannemer opdracht te geven dit prachtige monumentje weer op te bouwen. Wellicht kunt u er als raad een hele mooie bestemming op leggen. Eventueel in samenwerking met Plaatsen Belang Heemse en de Historische Vereniging. Dus raad, laat uw tanden zien, zodat dit nieuwe en jonge college kan laten zien dat ze mooie woorden en beloftes van het vorige college kan omzetten in daden. Ik heb er op voorhand vertrouwen in, want in de laatste raadsvergadering voor het reces hoorde ik een raadslid zich druk maken over patrijzen. De Historische Vereniging en Plaatsen Belang Heemse staan ook vierkant achter mijn initiatief. Ik eindig met de woorden: belofte maakt schuld. Dank u voor uw aandacht. Dank u wel. Blijft u nog even staan voor eventuele vragen. Ik ga nu even rechtsom om te zien of er vragen zijn. Ik blijf hangen bij de heer Roelofs. Heer Roelofs, aan u het woord. U blijft bij me hangen, dat klinkt hoopvol. Dank u, voorzitter. Zeker. Meneer Wendt, dank u wel voor uw gepassioneerde betoog, mag ik zeggen. Uw mailwisseling voorafgaand aan deze vergadering hebben we ook met belangstelling gelezen. Ik kan u toezeggen dat ik hier al mee begonnen ben en dat dit zeker een vervolg krijgt wat mij betreft. Dus wou u op de hoogte. In ieder geval dank voor het opmerkzaam maken op dit onderwerp. Ik vraag niet om een reactie. Ik kijk verder. Ja, meneer Gezing. Dank u, heer Wendt. Ik voel me even af, u heeft het verplaatsen van het schuttershuisje op parkeerplaats. Die parkeerplaats, is die van de Rabobank? Of is dat een openbare... Ik heb geen idee waarvan die is, maar volgens mij is die van de aannemer Zweers. Die destijds ook de Rabobank gebouwd heeft en ook die 2 huizen die daar later bijgebouwd zijn. Ja, oké, in relatie met dat het er een afslag is gemaakt, dan is het een beetje... Oké, dank u. Ja, voldoende. Dan ga ik naar de heer Jonkhans. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik begreep altijd dat het huisje gedemonteerd was. En hij moet dus nog ergens in opslag liggen. Is u dat ook bekend? Of? Het is mij niet bekend. Ik heb er heel veel verhalen over gehoord. Enzovoort. Maar ik heb ook gedacht van, het interesseert me niet. Het huisje moet gewoon herbouwd worden. En om mijn part halen ze de stenen uit Wit-Rusland. Het maakt niet uit. Het huisje moet gewoon herbouwd worden. Nee, ik kan me herinneren dat er namelijk gezegd is dat het huisje gedemonteerd zou worden en dus met dezelfde materialen weer herbouwd. Dus de spullen moeten nog ergens liggen. Prima. Voldoende beantwoord. Dank u wel, heer Wendt, voor uw bijdrage. Dan kom ik nog even terug op de vraag van mevrouw Meijering met het verzoek of de wethouder nog voorzitter iets kon toevoegen. Meneer Jonkhans. Ik heb ook een vraag en die komt eigenlijk een beetje op hetzelfde neer als die van mevrouw Meijering. Alleen bij het tweede onderwerp van de inspreker van meneer Wendt. Ja, ik was er al bang voor, dus misschien als u even wacht op mijn richting, dan zult u merken dat ik ook aan u dan niet de ruimte ga geven. Want ik ga ook mevrouw Meijering naar beraad met Griffie, maar ook even met de toetsing bij de tafel achter mij, u niet de ruimte geven om die vraag te stellen. Het is een schriftelijke vraag geweest. Het is niet gewoon om schriftelijke vragen hier in de raadzaal te herhalen. Dus dat gaan we op dit moment ook niet doen. Want dat zou ook de president gaan scheppen richting de toekomst. Dus daarmee niet de gelegenheid voor het college om een reactie te geven. Dus meneer Jonkhans, ik denk dat u daarmee ook antwoord op uw vraag heeft. En daar wil ik het eigenlijk mee afdoen. Dank u wel. Dan zijn we wat mij betreft aangekomen bij het einde van agenda punt 3, het spreekrecht. En gaan we door naar het meningsvormend deel. En het is agenda punt 4, aanpak van permanente bewoning van recreatieverblijven. Daarvoor zijn er 5 insprekers. En ik wil uw raad een suggestie in het midden leggen.
om bescheiden om te gaan met vragen na afloop van de sprekers. En het ook wat te verdelen over de sprekers, zodat niet alle vragen bij de eerste spreker terechtkomen. Dat we daar wat evenredigheid in hebben. Goed, dan wil ik graag als eerste het woord geven aan mevrouw Van der Zon namens het bestuur van het Park Moskou in zaak de permanente bewoning. Mevrouw, aan u het woord en voor u ook 5 minuten. Ja, dank u wel. Geachte raadsleden, geachte college. Vorige week ontmoette ik een bekende. In het gesprek vertelde zij mij over haar werk met vluchtelingen. Eén zin bleef daarbij hangen. Op het moment dat een groep mensen een gezicht en een naam krijgt, dan pas ontstaat de verbinding. Hierbij zou ik graag het gezicht willen zijn van de bewoners van Park Moskou. Mijn naam is Ingrid van der Zon, bestuurslid van de Vereniging van Eigenaren Park Moskou. Eerst wil ik in het kort iets vertellen over de historie van Park Moskou en wat voor een park Moskou eigenlijk is. Daarna wil ik ingaan op het gewijzigde provinciale beleid, het onderzoek naar de vitaliteit van de verblijfsrecreatieve sector in het Vechtdal en de toekomst van Park Moskou. Park Moskou is eind jaren 60 aangelegd met particuliere recreatiewoningen. Oorspronkelijk bedoeld als tweede woning, maar meestal verkocht als eerste woning. Permanente bewoning heeft dan ook al plaatsgevonden vanaf het begin. Momenteel zijn 2/3 van de 78 woningen permanent bewoond. Een aantal bewoners woont er al meer dan 40 jaar. Een enkeling zelfs 46 jaar. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat de bewoners van Park Moskou onderdeel zijn van de Bergentheimse gemeenschap. Plaatselijk belang, de ondernemers, de voetbalvereniging en de inwoners van Bergentheim dragen de bewoners van Park Moskou dan ook een warm hart toe. Park Moskou heeft ook nooit een recreatieve functie gehad. Dit komt omdat het een niet-commercieel park is, zonder recreatieve voorzieningen. We zijn dan ook een zelfvoorzienend park. Alles wordt door de bewoners zelf bekostigd en uitgevoerd. Zo is de aanleg en het onderhoud van de infrastructuur, de riolering, asfaltering van de wegen, de verlichting, alles is bekostigd door de bewoners en wordt het afval opgehaald en afgevoerd door de bewoners. Ook het snoeien langs de wegen in het park en rondom de vijver wordt gedaan door de bewoners op een jaarlijkse gezamenlijke snoeidag. In ons park draagt iedereen zijn steentje bij en wordt omgekeken naar onze oudere bewoners. Vorig jaar is de nieuwe provinciale omgevingsverordening in werking getreden. Deze biedt nu meer mogelijkheden ten aanzien van permanente bewoning van recreatiewoningen. Naar aanleiding hiervan heeft het bestuur veel gesprekken gevoerd. We hebben alle politieke partijen actief benaderd. Ook hebben we daarbij de grote gevolgen van handhaving voor onze bewoners inzichtelijk gemaakt. Het waren stuk voor stuk positieve gesprekken, waarin de noodzaak en de bereidheid tot verandering naar voren kwamen. Daarnaast heeft het Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd vorig jaar in opdracht van onder andere de gemeente Hardenberg onderzoek gedaan naar de vitaliteit van de verblijfsrecreatieve sector in het Vechtdal. Hieruit kwam naar voren dat Park Moskou behoort tot de categorie achterblijvers. Dit zijn parken zonder recreatieve toekomst waarop permanente bewoning plaatsvindt. Aangezien handhaving in die situatie weinig zinvol is, volgens het bureau, was hun advies dan ook aan de gemeente om voor deze parken een transformatieteam samen te stellen om toekomstopties voor deze parken te onderzoeken. Met al dit in ons achterhoofd kan gezegd worden dat handhaving niet dé oplossing is voor Park Moskou. Handhaving zal juist eerder leiden tot leegstand. Het werkt verpaupering en verloedering in de hand, met als gevolg hoogwaarschijnlijk criminaliteit. Hier zitten niemand op te wachten, de inwoners van Bergentheim niet, de voetbalvereniging niet, maar ook de gemeente Hardenberg zeker niet. Daarentegen zal door permanente bewoning toe te staan, financiële problemen en schuldhulpverleningstrajecten kunnen worden voorkomen. Ook komt er dan een eind aan de jarenlange periode van onzekerheid en stress van onze bewoners.
Daarnaast zullen eigenaren ook weer meer willen investeren in hun woning. Waaronder duurzaam investeren in energiebesparende maatregelen als permanente bewoning wordt toegestaan. Geachte raadsleden, voor u ligt het voorstel van 4 jaar uitstel. De bewoners van Park Moskou zijn hier tijdelijk weer mee gered. Maar als er geen stappen gezet worden, staan we over 4 jaar weer op hetzelfde punt. Daarom zouden wij als bestuur van Park Moskou deze 4 jaar uitstel graag willen gebruiken om samen met de gemeente te kijken naar een duurzame, toekomstbestendige oplossing voor Park Moskou. Ik wil graag afsluiten met een quote van Henry Ford. Samenkomen is een begin. Samen blijven is vooruitgang. Samen werken is succes. Ik dank u voor uw aandacht. Dank u wel, mevrouw. Dank u wel voor uw mooie afsluiting. Ik kijk rond of er vragen zijn. Aan de rechterkant mevrouw Joldersma. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, inderdaad, fijn om een gezicht bij te zien naast de brief die jullie al hadden gestuurd. En ik heb jullie woningen van afstand bekeken, zag er ook heel mooi uit. U geeft iets aan over de oplossing, hè? Niet te lang doormodderen, maar gewoon met de bewoners in gesprek gaan. Dan staat er in het raadsvoorstel wat wij hier hebben staan, staat van nou, we gaan pilots doen en overleg met de provincie en onderzoeken. Kunt u daarmee instemmen of zegt u van nou, daar moet nog een tandje bij? Ja, daar kunnen wij ons zeer goed in vinden. Graag zouden we dan ook deelnemen aan de pilot of de onderzoeken, dat wij er onderdeel van uit kunnen maken. Oké. Okay. Voldoende beantwoord zo. Stekend. Heer Gelling. Mag ik nog een vraag zeker? Even getriggerd door de vorige spreker? Want ik hoorde u net over een transformatieteam praten. Is dat al actueel en zit de gemeente daar ook in of is dat uw eigen initiatief? Nee, dit is, dat was... Dat komt uit het rapport dat dit adviesbureau heeft uitgebracht in opdracht van de gemeente Hardenberg. Dus het is bekend bij de gemeente. En hun advies was inderdaad om een transformatieteam samen te stellen. En om te kijken naar toekomstopties. Dat is niet een eigen initiatief. Voldoende beantwoord, heer Gelling. Stekend. Ik zie verder geen vragen meer. Dan wil ik u danken voor uw bijdrage. Graag gedaan. Dank u wel. Dan gaan we door naar de volgende inspreker, mevrouw Van Hartingsveld. En voor u geldt hetzelfde, ook weer 5 minuten. Maar dat komt ongetwijfeld goed. En de microfoon staat nog aan, dus u kunt zo beginnen. Ik doe mijn best, voorzitter. Geachte raadsleden, college. Als je sinds 1976 volgens de gemeente illegaal woont in je eigen huis, waarvoor je alle gemeentelijke en overige kosten betaalt, dan kunt u zich als nieuwe raadsleden voorstellen dat ik al vele malen heb ingesproken om een wijziging van deze niet doelmatige recreatieve bestemming te bewerkstelligen. Oud-raadsleden kennen mij, Madelon van Hartingsveld dan ook. Het voelt namelijk als het hebben van een auto waarvoor je het hele jaar wegenbelasting betaalt, terwijl je er maar een half jaar in mag rijden en verplicht bent die auto het anderhalf jaar langs de kant van de weg te laten staan. In hoeverre is een planologische recreatieve bestemming nog doelmatig wanneer bedoelde parken na jaren nog steeds niet zijn volgebouwd? Dit geldt zowel voor de commerciële als particuliere parken. In mijn eigen park Moskou is na 50 jaar nog steeds 10% niet bebouwd. Voor Reze Resort geldt dat slechts een heel klein percentage is bebouwd, terwijl van het commerciële park De Vleggen na meer dan 20 jaar nog steeds voor meer dan de helft jawel uit onbebouwde kavels bestaat. Is er echt behoefte aan deze hoeveelheden recreatiewoningen? In het verleden heeft zich waarschijnlijk ook in Hardenberg, net als veel andere gemeenten in Nederland, laten meeslepen in de gedachte dat recreatie de grote economische toekomst vormde, met het gevolg dat wij het land zijn met de meeste recreatiewoningen, waar een klein land groot in kan zijn. Destijds werd in Hardenberg het beleid gevolgd van Harderwijk, een gemeente die in 2005 al bijna 2 miljoen aan handhaving had uitgegeven. Een aantal jaar geleden werd voor het gebied van de Veluwe het plan Vitale Vakantieparken opgesteld, waarbij onder meer werd geadviseerd om aan niet-rendabele of verloederende parken een andere bestemming te geven. Het voorbeeld van Hardenberg, Harderwijk, trok als enige de stoute schoenen aan en is op dit moment bezig parken te legaliseren. Hetzelfde bedrijf ZKA van Vitale Vakantieparken
heeft onder andere ook in de provincie Drenthe naar onderzoek geadviseerd. Daarna zijn veel gemeenten zich aan het herbezinnen op legalisatie. Ook hebben sommige parken inmiddels een dubbelbestemming gekregen. In tegenstelling tot de verwachting stijgen de prijzen van de huizen niet erg. Dit komt omdat veel eigenaren de woning al langer willen verkopen om te verhuizen en het aanbod daardoor op dit moment groot is. Datzelfde verschijnsel doet zich ook voor in Brabant op gelegaliseerde parken of die met dubbelbestemming. Het argument dat veel wordt gebruikt door overheden en gemeenteraden dat eigenaren een grote winst zouden behalen, vervalt hierdoor. Een ex-gemeenteraadslid uit Bergentheim vertelde mij dat ze in 1976 niet in Moskou hadden gekocht omdat men er niet mocht wonen, hoewel het zoveel goedkoper was dan de Bergentheimse nieuwbouw. Vrienden van mij in diezelfde buurt vertelden echter dat in 1976 nieuwbouwhuizen met een inhoud van ongeveer 500 kubieke meter voor 80.000 gulden werden verkocht, terwijl wij voor ons huis met een inhoud van 300 kub 125 hebben betaald. Niet alleen wordt vaak vergeten dat recreatiewoningen kleiner, dus qua bouw ook goedkoper zijn, maar ook dat bij een huis in de nieuwbouw alle infrastructuur is inbegrepen. Eigenaren van recreatiewoningen betalen hiervoor jaarlijks aan hun VVE. Na het in de bus vallen van de gemeentelijke brief, waarbij een voorstel voor verlenging van wederom 4 jaar gedoogstatus wordt aangekondigd, spreek ik de hoop uit dat uw raad de moed heeft nu eens echte veranderingen door te voeren. Een dubbelbestemming voor een aantal parken zou de belangen van alle eigenaren, zowel permanente bewoners als recreanten, recht doen. Zij kunnen op de oude voet verder. Park met parklasten blijven gelijk, de infrastructuur blijft van het park. Een win-win situatie, ook voor de gemeente, geen handhavingsprocedures meer, gering hogere WOZ-belasting. Daarnaast kunnen jonge woningzoekenden uit Hardenberg hiervan profiteren, zolang geen eensgezinswoning beschikbaar is, voor ouderen wellicht een mogelijkheid om kleiner te gaan wonen, waardoor hun grotere huis beschikbaar komt. Het niet star blijven focussen op het verleden, maar het wijzigen van wetgeving hoort bij alle tijden. Bedenk dat we zonder Napoleon, bij wijze van spreken, nog in de middeleeuwen zouden leven. Bij elke maatregel zijn er mensen die hiervan voor dan wel nadeel ondervinden. Dank u wel voor uw luisterend oor en ik hoop op een positieve beslissing, zodat ik na 10 jaar eindelijk zicht heb op het verkopen van mijn huis. Ik dank u wel. Dank u wel, mevrouw Van Hartingsveld. Blijf nog even staan voor vragen. Ik kijk de raad rond. Mevrouw Joldersma. Kunt u misschien nog even specificeren wat u eigenlijk voorstelt? Want u hebt het over een dubbele bestemming. Of pleit u nou eigenlijk voor een uitzondering van Moskou of een uitzondering op bepaalde gronden? Ik pleit voor een dubbelbestemming en dat houdt in dat woningen recreatief dan wel permanent bewoond mogen worden. En dat zou voor sommige parken van toepassing kunnen zijn, maar elk park verdient maatwerk. Dus het is heel veel. Er zal ook in dat onderzoek wat al eerder genoemd werd, zal dat eruit moeten komen, ja of nee? Wel voldoende beantwoord zo. Ik zie verder geen vragen stellen. Dan wil ik u bedanken voor uw bijdrage. Dank u wel. Dan gaan we meteen door naar de volgende spreker. Dat is de heer Bode. Ik begin wat in herhaling te vallen vanavond, maar het werkt uitstekend, ook voor u 5 minuten. Ja. Voorzitter, college, raadsleden. Ik zal me even voorstellen. Ik ben Pieter Bode, eigenaar van een bungalow op het bungalowpark richting het Stoetenslag. Ik heb een heel ander plaatje te schetsen dan de twee voorgaande sprekers. Helaas. Maar de situatie op Stoetenslag is heel verschillend van Moskou. U bent als raadsheer op de hoogte van de statenbrief van de provincie Overijssel, gedateerd 20 maart 2018. Daar heb ik een stukje uitgelegd. Dat is het volgende. Verpaupering speelt in Overijssel. Uit vitaliteitsonderzoeken die zijn uitgevoerd in de regio's Vechtdal en Noordoost-Twente en gemeente Hof van Twente, komt naar voren dat op een significant deel van de parken, circa 30%, sprake is van stilstand of achteruitgang in kwaliteit. Op deze parken verblijft een mix van permanente bewoners, mensen met een sociale problematiek, arbeidsmigranten en soms ook nog recreanten. Nou, toen ik dit las, dacht ik, ja, maar dit slaat niet om ons park. Wij hebben wel meer dan een klein aantal recreanten. Wij hebben
een meerderheid aan recreanten en een minderheid aan andere groepen. Een paar weken geleden heb ik, dankzij de heer Bolks, wat inzicht gekregen in welke huisjes bij ons permanent bewoond zijn. Dat zijn er 6 van voor de peildatum van 2012, oktober. Nou, deze mensen komen dan in het voorstel in aanmerking voor nog eens 4 jaar uitstel van hun verblijf. En dan zijn er 9 huisjes die na 1 oktober 2012 pas bewoond zijn. En deze mensen zouden dan moeten verdwijnen. Nou, een complicerende factor op het stoetenslag is dat wij 1 eigenaar hebben. Er zijn 3 eigenaars, dus 1 bedrijf. Die hebben 16 huisjes in bezit. En die zijn door hem bestemd als verblijf voor arbeidsrecreanten. Momenteel zijn er 10 of 11, het is net bouwvak geweest, ik heb niet zo'n zicht erop, bewoond door migranten uit Oost-Europa. De perceptie is van de recreanten op het park dat deze mensen niet samengaan met de recreatie. Voor allerlei redenen. Ze rijden 's ochtends om 6 uur weg, hebben andere belangen, komen uit een andere cultuur, noem maar op. Dus onze recreatiefunctie wordt gefrustreerd door de aanwezigheid voornamelijk van arbeidsmigranten, in het verleden ook wel door zware gevallen die daardoor de sociale dienst waren geplaatst. En ook overlast en geweldsincidenten hebben veroorzaakt. Dus als ik mijn sommetje even maak, we hebben 74 huisjes op de stoetenslag momenteel. 32 maximaal kunnen bewoond worden door arbeidsmigranten en permanente bewoners. Het aantal eigenaren van het park dat de recreatie voorstaat is ongeveer 40. Dat zijn we nog aan het uitzoeken, want er zijn wat twijfelgevallen, noem maar op. Maar ga uit van 40 of nog iets meer. Dus de conclusie is dat een aanzienlijke meerderheid van de eigenaren op dit park, niet op uw park, voor een recreatiebestemming is. En ook wil dat de gemeente, verzoekt dat de gemeente, streng gaat handhaven op recreatie. Dan kunnen we het park opschonen. Er zijn heel veel initiatieven, leuke dingen. Je hebt tegenwoordig Airbnb. Het park gaat toch ondanks alle tegenslag vooruit. We hebben 10 nieuwe eigenaren. Ze zijn hard aan het opknappen. Het gaat langzaam beter. En wij hopen eigenlijk om een duwtje te krijgen en een opzetje om dat te versnellen en ook nog meer mensen te interesseren in aankoop van een huisje op het park en dat ook te gaan opknappen. Dan krijg je een soort sneeuwbaleffect waardoor we hopelijk wat verder komen. Ja, nog even terugkomen op de arbeidsmigranten. Er zijn echt slechte ervaringen mee, helaas. Het heeft niks met hun nationaliteit te maken, maar meer met hun instelling. Ja, zij zijn er om te werken en niet om te recreëren. Soms worden onze huisjes verkocht aan korte termijn huurders, dus toeristen. Die klagen altijd over waarom staan er zoveel huisjes te koop, waarom is het zo'n rotzootje rond sommige huisjes. Antwoord daarop is ja, dit is de situatie zoals die is. En sommige van die mensen komen niet meer terug, die blijven weg. Dus wij willen graag de gemeente verzoeken om streng op te treden tegen eigenaren van huisjes die ze verhuren aan permanente bewoners en arbeidsmigranten. Dank u voor uw aandacht. Dank u wel. Een heel ander verhaal, een heel ander geluid in uw midden. Dus ik kan me voorstellen dat daar vragen ook zijn. Ik zag de heer Gelling aan zijn vinger opsteken. Meneer Gelling, aan u eerst het woord. Ja, meneer Bode, dank u wel. Inderdaad een heel ander, maar ook evenzeer duidelijk verhaal. Dank daarvoor. U hebt het over wij. Begrijp ik dat u spreekt namens de eigenaren die de recreatieve bestemming op de huisjes willen? Of is er een vereniging van eigenaren die u vertegenwoordigt? Dat is niet zo eenvoudig. Zoals gewoonlijk met dingen. Er is een stichting. En er is geen vereniging. En dat heeft nogal wat juridische gevolgen. En stichting is een behoorlijk dictatoriale instelling. En wij zijn begonnen met een aantal nieuwe eigenaren. En ik ben dan een eigenaar sinds 91. Dus niet zo nieuw. Een beweging te starten die wat andere dingen wil doen dan
tot nu toe door de stichtings of door de bestuursleden is voorgestaan. Daar zijn we mee bezig. We zijn, ik zei al, de inventarisatie. We hopen een clubje van 40, 45 mensen te krijgen. Die echt voor recreatie zijn. En dan hebben we een sterke groep die daarvoor is. En een kleine zwakke groep die andere belangen heeft. Dus er is geen vereniging van eigenaren. Maar er komt wel een soort vereniging van mensen die voor recreatie zijn. Maar dat is nog in de kinderschoenen. Daar zijn we nog mee bezig. Meneer Geeling, aanvullend. Ja, even aanvullend erop, want mijn vraag heeft een vervolg natuurlijk. Is het zo dat u wel het gevoel heeft dat er een meerderheid van de huiseigenaren eigenlijk de vitaliteit van uw park zouden willen, een nieuw leven zouden willen inblazen door het juist een meer nadruk op de recreatie te zetten? Ja, jawel. Goed, volgens mij helder beantwoord. Ik kijk verder rond mevrouw Joldersma en dan de heer Jonkhans. Ja, hartelijk dank voor uw toelichting en ook op de cijfers. Mooi dat jullie dat in kaart hebben gebracht. Ik wou even een paar vragen stellen over die cijfers. U had het, dacht ik, over 6 huisjes die bewoond waren permanent na 2012. Voor 2000. Oh, 6 van voor. En hoeveel 9 daarna? 9 van na. 9 daarna, oké. Okay. En u noemde even de arbeidsmigranten. Ja. En die zitten dus vooral in huurhuisjes, begrijp ik? Allemaal. Er zijn geen eigenaar, geen arbeidsmigranten die eigenaar van een huisje zijn. En weet u dan ook, voldoen ze dan aan de definitie van dat ze eigenlijk langer in zo'n huurhuisje zitten dan is toegestaan? Ja, ik denk dat het per huisje verschilt en het ook heel moeilijk is om in kaart te brengen. Okay. Ja, dank u wel. Dank u wel, meneer Jonkhans. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, u triggerde mij even van, u begon een deel van het verhaal met van een stichting is nogal een dictatoriale instelling. En toen denk ik van, maar wie zit er in die stichting? Ja, de stichting is ooit opgezet toen het park is gebouwd. Er zit daar iemand op de hoek die het veel beter weet, meneer Reiling. Maar ik zal het proberen uit te leggen. Die bestond eerst uit 3 leden, bestuursleden. En is later in, ik meen 2005 of 2006, is dat omgezet naar 5. En hebben we ook de stichting wat omgegooid. En wat een soort veiligheidsafsluiter erin gebouwd, waarbij als de spuigader uitslopen met een bestuurslid, dat ik dan toch op eenvoudige wijze, niet met een meerderheid, verwijderd kan worden. En dus, er is gekozen voor een stichting, en ook weer in 2006, omdat volgens de juridische mensen die bij ons het park een huisje hadden, het waren 2 notarissen, zelfs 3 op een gegeven moment, die zeiden allemaal, ja, het is beter om een stichting te hebben dan een vereniging. En wij komen nu tot de conclusie dat je kunt een stichting hebben en een vereniging. Dat is niet verboden. Dus dat, daar streven wij nu naar. Doen we de antwoord, meneer Jonkhans, of nog aanvullend? Ja, nou, maar de vraag die erachter komt van de, maar daar moet met 2 zeg maar, van zulke soort clubs, daar moet toch mee te handelen zijn om daar een richting aan het park te geven? Nou, er zijn verschillende belangen. Maar ik wil er eigenlijk niet te veel op ingaan, maar sommige mensen die hebben belang bij permanente bewoning op dat park. Maar die zijn na 2012 daar komen wonen. Die zitten toevallig ook in het bestuur. Dus die hebben gewoon andere belangen dan de meerderheid die voor recreatie is. Maar dat is intern politiek, wil ik eigenlijk niet te veel over zeggen. Dat is ook niet beleefd. Voldoende de vraag zo. Wel, maar mijn antwoord niet. Prima, voldoende zo. Ik kijk nog even rond of er nog aanvullende vragen zijn. Dat mevrouw Kelder, op de valde, want ik was u bijna voorbij geschoten. Even nog een laatste vraag. Je hebt dan over de recreatieve sfeer. En er zijn een aantal huisjes die dan echt permanent bewoond worden. Kan dat volgens u naast elkaar? Ja. We hebben een aantal, laten we zeggen, wat oudere permanente bewoners die er ook al heel lang zitten. Ja, die sluiten naadloos aan met andere eigenaren. Die hebben zelfs een belangrijke functie in de winter en zo, als het heel rustig is. Kunnen zij wat sociale toezicht houden en ze kunnen ook wat hand- en spandiensten verlenen als het noodzakelijk is. Huisjes passen en zo. Dus daar hebben wij totaal geen bezwaar. Ik zou het ook heel tragisch vinden als die mensen die er al zo lang zitten hun woning kwijt zouden zijn. Daar ben ik ook helemaal niet voor. Ja, voldoende zo. Dank u wel, meneer Bode. Ik hoop dat u zich welkom heeft gevoeld in ons democratisch midden en dat u van onze democratie iets mee naar huis kunt nemen. Ja, okay, dank u wel. Dank u wel.
Goed. Dan zijn we inmiddels alweer aangekomen bij de volgende spreker. En we zijn mooi op dreef wat dat betreft. Ik wil graag het woord geven aan de heer Damen. Welkom en voor u ook 5 minuten. Dank, meneer de voorzitter. Allemaal hartelijk welkom. En bedankt voor het luisteren naar mijn woorden. Ik ben ook een van de mede-eigenaren van het Park Stoeterslag sinds 2011. En heb daar tot op heden nog steeds met veel genoegen leven. Stoeterslag is in 1974 opgezet met, zoals de heer Bode al voorheen zei, met huisjes voor de recreatie bedoeling. En momenteel is er een groep van eigenaren die dat sterk wil behartigen. En zoals meneer Bode ook al heeft gezegd, we willen dat eigenlijk alleen maar uitbreiden om die recreatieve bedoeling sterk te maken. En in het kader van het project wat nu binnen het Rechtdal gaat lopen, betrekking tot permanente bewoning en recreatieve handhaving op recreatieparken, willen wij daar de gemeente graag aandacht voor vragen en sterk voor pleiten, bijvoorbeeld ook voor Stoeterslag, om dat te kunnen realiseren. Het park Stoeterslag is een park dat gelegen is in een bosomgeving, heel erg rustig gelegen zelfs, misschien wel voor sommigen te rustig, zoals de arbeidsmigranten die, nu heb ik Bode ook al heeft gezegd, aanwezig zijn. En die dus daardoor ook overlast veroorzaken. Overlast in de vorm van geluidsoverlast, rotzooi rondom de huizen in allerlei vormen. En wat ook speelt is dat de politie daarbij herhaaldelijk wordt geïnformeerd. En dan komt opdagen en dan weinig of niets kunnen doen. Omdat de acties, zeg maar, die de arbeidsmigranten verrichten, te kleinschalig zijn, te beperkt zijn voor juridische stappen. Even teruggaan naar die historie ook nog. In 2012 tot 2016 zijn er mensen geplaatst met sociale problematiek tot criminele burgers toe, uit de gemeente Hardenberg zelf. Dit heeft geleid tot vervelende situaties, waaronder ik zelf ook heb meegemaakt een tweetal inbraken en een tweetal pogingen tot inbraken in het jaar 2013-2015. Het is niet echt bewezen dat daar die bewuste sociale problematieke mensen de oorzaak van zijn, maar er zijn wel sterke aanwijzingen voor. Vanaf 2016 tot heden zitten dus die arbeidsmigranten uit Oost-Europa, maar ook uit Spanje, in circa 15 huisjes met per huisje soms 4 tot wel 6 mensen die daar wonen. En sommige huisjes zijn daarvoor ook extra aangepast door de eigenaar. Een eigenaar die tot een van de aannemers behoort, wat meneer Bode al zei, uit de gemeente Hardenberg. De overlast is ook al diverse malen bij het bestuur van de stichting gemeld. Zij monitoren nauwelijks, het bestuur bedoel ik dus. Zij geven daar wel aan uit van, in de zin van, meld het af en toe eens bij de heer Bolks. En dan is het afwachten wat er nog meer gaat gebeuren en oplossende maatregelen. We hebben in 2015 en 16 ook een groep mede-eigenaren gehad die regelmatig in het eerste jaar wel 4 keer per jaar met de burgemeester heeft gesproken en de heer Bolks. En daarvan zijn wel resultaten geboekt in de zin van dat er aandacht is gegeven voor het park. We zijn zelfs op het park toe geweest en hebben ook duidelijk gezien dat het een heel mooi park is en een park is met veel recreatieve bedoelingen. Vanaf 2017 zijn er circa 12 nieuwe eigenaren gekomen. Die 12 nieuwe eigenaren zijn zeer actief met het renoveren, verbeteren van de woningen en hebben dus duidelijk ook een recreatieve bestemming.
Daarom wil ik hierbij ook namens hun, en zoals de heer Bodek al heeft gezegd, dat er ongeveer 40 medestanders zijn die voorstander zijn van recreatief wonen, wil ik daarmee ook het gemeenteraad vragen om aandacht te geven aan recreatieve bedoelingen op Park Hoetenslag. Dank voor uw aandacht. Dank u wel. Ik kijk weer rond of er vragen zijn. De heer Rodemond, ik heb u vanavond nog niet gehoord, dus u bent snel. Aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ja, je bewaart soms het beste voor het laatste, moet je maar denken. Meneer Damen, u stelde zojuist in uw betoog dat door de gemeente mensen worden geplaatst met sociale problemen in hun achtergrond. Worden die mensen dan voor min of meer permanente bewoning geplaatst in de huisjes op uw park? Of vallen die nog net binnen die tijdzones van de recreatiegebruik, zeg maar, een paar maandjes? Heeft u daar zicht op? We hebben niet volledig zicht op, maar op het moment worden er geen arbeidsproblematieke mensen geplaatst. Maar in de periode van 2012-2016 was dat wel het geval. En toen weet ik zeker wel dat er enkele bewoners waren die daar langer dan een half jaar, of zelfs langer dan een jaar hebben gezeten. Ja, voldoende zo. Wilt u dan de aanvulling wel van achter het spreekgestoel te doen? Dus ik wil u wel even de ruimte geven, maar anders verstaan we u niet. En dan valt uw bijdrage ook in het niet. Dus. Het criterium voor deze mensen is, waar u het over had, is dat ze ingeschreven zijn bij de gemeente. En niet zozeer de termijn hoe lang ze in het huisje wonen. Dat wil ik eventjes duidelijk maken. Nou, heldere toevoeging, dank u wel. Voldoende beantwoord nu, meneer Rodemond, in alle duidelijkheid. Hartstikke goed. Ik ga verder naar rechts met de heer Gell. Ja, voorzitter, dank u wel. Ook de VVD-fractie had een vraag over het plaatsen door de gemeente van mensen in op uw park. Maar anders dan bij de vorige sprekers kunnen wij die vraag zometeen wel stellen aan de wethouder, omdat het punt aanvullend behandeld gaat worden. Dat zullen we ook zeker doen. En het tweede punt was de arbeidsmigranten die u noemt. Ik hoor ze telkens terugkomen, die toch wel voor wat overlast zorg dragen. Maar bevolken die de huisjes die permanent bewoond worden? Want ik hoorde u dan zeggen dat er 15 tot 20 huisjes door arbeidsmigranten worden bewoond, terwijl wij een technische vraag gesteld hebben. En maar 13 huisjes voor permanente bewoning in aanmerking kwamen op zoet en slag. Dus met andere woorden, zijn die 20 arbeidsmigrantenwoningen, worden die bezien als permanente woning? Of zijn dat huisjes die gewoon vallen onder de tijdelijke bewoning en daarmee een recreatieve bestemming hebben? Eerst praat, ik heb niet gezegd dat er 20 huisjes waren, maar ongeveer 15. En wij kunnen geen inschatting maken over de werkelijke bewoning van die arbeidsmigranten, wat betreft de duur, omdat wij niet zien continu of ze werkelijk in één en hetzelfde huisje wonen. Het is heel goed mogelijk dat ze van het ene naar het andere huisje op het park Hoetenslag verhuizen. Goed beantwoord, meneer Gelling, want ik zie u nog even. Ja, nee, dat is wel zo. Dan kunnen we zo meteen even verder gaan, maar dank voor deze toelichting. Prima, ik zie mevrouw Jolsma en dat is dan ook meteen de... En mevrouw Hof, mevrouw Jolsma en nu het woord. Dan begrijp ik nou eigenlijk goed dat u zegt, aan de ene kant stelt de gemeente stop mensen in die huisjes bij ons op het park. En tegelijkertijd heeft de gemeente ook die rol van handhaving, dus die bijten elkaar ook een beetje. Begrijp ik dat goed? Of, Absoluut bijt dat, ja. Maar de vorm van handhaving is naar mijn ogen niet echt consequent. Dus u wilt meer, betere handhaving? Betere handhaving. Mevrouw Hof, aan u het woord. Dank u wel, meneer Damen. Ik heb een korte vraag en u hoeft niet in detail te treden, maar u heeft vooral geschetst, zeg maar, hoe de situatie is ontstaan en hoe het in het verleden of tot voor kort was. Maar heeft u ook een idee van een oplossingsrichting voor Park Hoetenslag? Niet eenduidig. Daarnaast vind ik ook dat wij als groep van eigenaren die hiervoor pleiten, ook zeker met de stichting daarover moeten debatteren. Maar ik zou er sterk voor willen pleiten dat er meer een deel recreatieve bestemming krijgt. En dat, zoals meneer Bode ook zei, de 6 bewoners die er nu sinds voor 2012 zitten, dat die kunnen blijven zitten voorlopig. Voldoende zo, dank u wel. Dames, bedankt voor uw bijdrage. Dan gaan we naar de laatste inspreker van vanavond, de heer Van Kampen. En voor u ook 5 minuten. Merci. Een goedenavond. Mijn verhaal sluit natuurlijk aan bij mijn vorige bewoners van het park. En ik ben dan een nieuw
eigenaar van het bungalowpark. En dan heb ik daar een bungalow aangeschaft januari dit jaar. En daar werd bij de onderhandelingen bij de notaris, zowel de makelaar, verteld dat het park absoluut recreatie was en niet was voor bewoning. En daar kon zelfs een boete voor staan als men daar toch gebruik van zou willen maken. Wij zijn het huisje aan het verbouwen. Het is wat verouderd, de jaren 70, en we zijn het wat verfrissen. Doordat wij daar aan het verbouwen zijn, ontmoet je wat mensen om je heen. En daar ga je mee praten en wat blijkt tot mijn verbazing dat er dus wel mensen vast op wonen. En niet alleen dat, maar inderdaad ook mensen die door psychiatrische problemen bij ons worden geplaatst. Zowel dan niet de, ook de helaas de immigranten uit het Oostblok in dit geval. Het blijkt dat de gemeente dus zaken doet met de bekende aannemers hier in Delensvaart en Hardenberg. De heren Bruinslot, Swiers en Blokzeil. Deze mensen hebben ondertussen 16 huisjes bij ons aangekocht. En die huisjes worden omgebouwd van een recreatiewoning tot een verblijfswoning. Daar gaan 2 slaapkamers worden, 3 slaapkamers. En de living wordt eigenlijk geen living meer, maar een ruimte waar je dan nog eventueel zou kunnen zitten. Het mag toch zo niet wezen dat gegeven de immigratie en de psychische mensen voorrang hebben op deze woningen, terwijl deze woningen zijn gemaakt en aangeschaft worden door mensen die daarvoor betaald hebben om vakantie te recreëren en dan tussen deze mensen terecht gaat komen. Het is niet persoonlijk naar deze mensen, het is meer het kip-het-ei verhaal van wie gaat nou bepalen wie waar mag wonen. Als u op vakantie gaat naar Spanje en je komt daar terecht tussen allerlei bouwvakkers en psychiatrische mensen op het park, dan zult u dat ook niet accepteren, want dat stond niet in de brochure. Nou, wij hebben ook een brochure, dat is dan de statuten van de stichting, en daar staat duidelijk in dat het een recreatie is. Dus hoe moeilijk moet het wezen? Dus ik vraag eigenlijk aan u, wil u alstublieft handhaven dat het een recreatiepark is? Het is een mooi bungalowpark, het is niet met een slagboom, het zijn ook geen caravans, het zijn geen blokhutten, het zijn stenen huisjes, prachtig tussen de bossen aangelegd. En ik kom zelf waarschijnlijk wel te horen uit de richting Amsterdam, en als dat soort huizen daar zullen staan, een godsvermogen moet ervoor betaald worden en dat wordt zeker niet gebruikt voor allerlei mensen, maar eventjes tijdelijk of voor langere aard in te plaatsen. De mensen die zeker in het psychisch gedeelte moeten teruggeplaatst worden in de samenleving, snap ik als geen ander. Maar dat doe je niet op een recreatiepark. Dat is absoluut geen goede maatstaf voor deze mensen om die daartussen te zetten. Dat zijn heel andere belangen. De gemeente Hardenberg en Ommen staan bekend een prachtige recreatie en er komen 1 miljoen mensen, als er niet meer is misschien, u weet de cijfers beter als ik, om hier te genieten van het Vechtdal. En dat zou toch raar zijn als straks die miljoenen mensen geen echte toeristen meer zijn of recreanten, maar dat het immigranten zijn. En dat gaat natuurlijk een stukje inkomsten zeker aan deze gemeente kosten. En ik geloof dat dat niet de bedoeling is. Ondertussen, die 16 huisjes van deze betreffende aannemers, zoals ik dat verteld, lijkt wel of ze niet geïnteresseerd ook zijn in hun huis. Maar mocht u twijfelen hoe het park eruit zal zien, dan kan ik u vast vertellen en mededelen dat inderdaad deze 16 huisjes er niet zo mooi bij liggen. Ze geven namelijk niet om het recreëren. Dus het ziet er niet uit en daar wil ik mee zeggen. Want bepalend of iets mooi is of lelijk, dat snap ik. Maar als er handdoeken voor de raam hangen in plaats van gordijnen, met de laatste 3 maanden dat we prachtige droogte hebben gehad, gewoon een kampvuur maken op het open, blanke terras. Dus niet in een open haard, nee. Het zal je tegels maar zijn. Het opstapelen van vuil of andere artikelen. Gewoon hoog, achter. Dat je dat meer rommel ziet staan dan de tuinen. En daarnaast ook nog eens een keertje het snoeien en zagen. Nou, eigenlijk het is niet snoeien, het is meer het zagen van bomen omzagen. Ik kan me niet voorstellen dat die netjes aangevraagd is. Het zal deze mensen dus niet baten, want het gaat om de centjes. Het lijkt wel of ze daarvan een soort ketto willen maken. En dan ligt natuurlijk meteen het probleem, want je zou bijna denken, zal het met opzet gebeuren? Ik zeg niet dat het zo is, maar je vraagt het je af. Want als het er niet uitziet, dan zal deze gemeente, en het begrijpelijk, denken van, dit is geen recreatiepark. Wie kunnen we inderdaad er anders van maken? Nou, ik zal u vertellen, wij zijn er zeker met 40, 45 mensen, absoluut, en daar sta ik zeker voor achter, en ook voor, dat we er alles aan zullen doen om dit park cosmetisch en ook op recreatiedoeleinden hoog zullen houden. En we willen absoluut niet kwijt dat onze stempel recreatie gaat verdwijnen.
ook niet door de gemeente. Ik hoop dat u echt daaraan denkt. Dan zullen we er al zijn. Ik dank u wel voor mijn tijd. Dank u wel voor uw bijdrage. Blijf nog even staan voor eventuele vragen. Kijk even rond. Geen vragen? Ja, toch nog een vraag. De heer Jongans op de valreep. Ja, ik was nog wel benieuwd. Want u gaf aan van, goh, als je zoiets in de buurt van Amsterdam wilt aanschaffen, dan ben je God vermogen kwijt. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen, want u bent, naar ik aanneem, daar ook woonachtig, dat er dan wel meer belangstelling is. Dus dat wat er verondersteld wordt van, ja, het is slecht te verkopen. Maar als je dus iets bereid bent iets verder te rijden dan aan de rand van Amsterdam, dan is er dus nog wel wat te koop. Hoe zit dat? Ja, daar kan ik wel duidelijk antwoord op geven. Het is bij ons zeker, ik heb het dan over ons park, hè, want ik ken verder de hele omgeving niet en alle andere parken niet. Goed alles verkocht zo langzamerhand. En dat er veel leegstand was, dat klopt. Toen ik dit jaar begon te kijken, ik denk dat er wel 15 tot misschien wel 18 huisjes te koop stonden. Alles is nu, de afgelopen jaar zijn er dus 12 huisjes verkocht aan particulieren, gelukkig. En die zijn allemaal bezig om dat op te knappen, zoals dat hoort. En ook bij te houden. En die prijs lag laag, omdat er een hele hoop mensen waren ook op ouder. Het huis waar wij van gekocht waren oudere mensen. Die hebben lang gezeten, hebben alles natuurlijk prachtig meegemaakt. En de prijs is inderdaad interessant. En helaas, ja, Amsterdam en omgeving is niet zoveel bos meer. Dus, maar qua kavel is dat niet te krijgen bij ons in Amsterdam en omstreken. Dus vandaar dat ik dat ook zeg, van, dit zijn prachtige stukjes. En dat bent u gewend, maar geloof me, het is prachtig. Doe het maar, Jonkant. Ja, hartstikke goed. Mevrouw Jols, maar u ook nog even. Nog even een toelichte vraag. Zijn er nou ook regels van het park waar je aan moet houden als je een eigenaar wordt? Zijn er dan bepaalde afspraken of bepaalde spelregels? Ja, zeker. Ja, zijn de statuten en zijn de reglementen. Ja. Maar die worden dus ook op geen enkele manier, wordt daar de hand aan gehouden? Nee, daarom sta ik ook zo versteld dat de gemeente met deze mensen gewoon samenwerkt op dit gebied. En dat kan gewoon niet op zo'n park. En het is niet persoonlijk, hè. Dat, Goed, ik zie dat er geen aanvullende vragen meer zijn. Meneer Van Kampen, hartelijk dank voor uw bijdrage en uw komst naar het Verre Oosten. Dan wil ik graag doorgaan met de inhoudelijke behandeling van dit agendastuk. En ik ga rondkijken wie ik daarvoor het woord mag geven. Ik zie de heer Schuurman, de heer Jonkhans, mevrouw Kelder, meneer Rodemond, de heer Gelling, meneer Boshoven. Woonten staat voor mevrouw Joldersma en mevrouw Hof. Ik ga eens een keer beginnen bij de heer Gelling. Meneer Gelling, aan u het woord. Dank u wel, meneer de voorzitter. Dat verrast mij enigszins. Voorzitter, zal u niet verbazen dat ik de eerste vraag die mijn fractie graag wil stellen. De vraag is wat voor plaatsing de gemeente nou precies doet op onder andere het park Stoet en Slag. Hè? Dat is een paar keer teruggekomen net, dus dat was de eerste vraag. Maar vervolgens terug naar het raadsvoorstel, waaruit denk ik blijkt dat het uitstel wat nu ligt voor de ene bewoner een gedeeltelijke uitkomst is en voor de andere eigenaar van een park van woning daarop in de weg staat aan zijn of haar plannen. En dat brengt er eigenlijk toe dat het wellicht verstandiger lijkt om nou eens te komen tot een bepaalde oplossing. En wat is nou het doel van de uitstel die hiervoor ligt? Hè? Want aan de ene kant horen wij in Moskou, waar al 40 tot 46 jaar lang mensen wonen, die weliswaar ieder jaar van u een brief krijgen, maar ze ondertussen toch wellicht een gerechtvaardigd gevoel hebben dat ze daar zouden mogen blijven wonen. En als ik ook de voorwaarden bezie die u aanhaalt waarom u telkens komt tot uitstel, dan wisselen die wat, hè? Maar de verkoopbaarheid van de woning die is daar eigenlijk wel de rode draad. Hè. Dat was zo in de tijd van de grote economische crisis. Maar die is nu voorbij en nog steeds en nogthans kunnen wij constateren dat het met de verkoopbaarheid volgens uw opgave slecht gesteld is. En dat zou je wellicht kunnen herleiden dat het met die voorwaarden waaronder u uitstel verleent eigenlijk niet anders gaat worden. En dan zou het kunnen zijn dat u telkens uitstel verleent. En of, als u op enig moment zou besluiten om geen uitstel meer te verlenen, dat een bewoner zou kunnen zeggen, ja, maar hier gaan we toch wel naar onbehoorlijk besturen, want we hebben zo vaak uitstel verleend, waarom dat nu ineens weer niet? Dus u begeeft zich op wat hellend vlak. Maar met name is het denk ik voor de gemeente zeer ongewenst om mensen zo lang in een onzekerheidspositie te manoeuvreren die ook emotioneel veel dingen doet, maar ook zakelijk grote gevolgen heeft. En dan ga ik eigenlijk direct door naar dingen die u heel vaak noemt hier als het om bewoning gaat, maatwerk, flexibel.
levensbestendig wonen. Nou, wellicht dat u daar eens naartoe zou willen gaan. En dan ben ik heel benieuwd naar uw punt 4 ter zake de onderbouwing. En dat is de pilot die u met de provincie Overijssel wilt gaan opzetten. Wat is daarvan precies de opzet? Meer omdat ik lees dat u daarin wellicht een mogelijkheid ziet om niet meer te handhaven. Althans, en dan vat ik hem even samen, dat is dat de opstelling, lees ik even voor, een mogelijke opening biedt om van het huidige provinciale beleid van handhaving af te gaan wijken. Maar bovendien en bovenal, en tenslotte zouden wij toch willen vragen, kom nou eens met een duidelijk, eenduidig plan wat iedereen ook de rust geeft en de ruimte om te zorgen voor een prettige bewoning, maar ook voor een goede eigendomssituatie en niet telkens afhankelijk te zijn van de 4 jaar of de 6 jaar uitstel voorligt. En dan wil ik eerst bij laten. Dank u wel. Dank u wel, meneer Gelling. Dan ga ik naar de heer Boshoven. Ja, dank u wel, voorzitter. Eigenlijk kan ik mij grotendeels aansluiten bij de VVD. En zoals ook de eerste spreker aanhaalde, dat we samen met de gemeente moeten gaan kijken naar toekomstbestendige en duurzame oplossing. Dat is ook meteen mijn vraag. Bent u ook bereid om samen met de bewoners die hier vanavond al aangaven graag te willen meedenken, om hun ook te betrekken in die samenwerking die u wilt aangaan met de provincie onder andere. Daarnaast inderdaad graag een toelichting over het voorgenomen maatwerk. Het is vanavond wel duidelijk geworden dat er geen eenduidig probleem is en daar ook geen één oplossing op past, maar dat alle gevallen wat anders zijn. Ik kan me wel voorstellen dat in sommige gevallen, zoals we hoorden over Park Moskou, er inmiddels wel naar legalisatie toegewerkt zou kunnen worden. Graag even toelichting over hoe u alle verschillende gevallen gaat aanpakken. En komen daar allemaal verschillende pilots voor. Tot zover. Dank u wel, meneer Boshoven. Dan ga ik naar de heer Jonkhans. Dank u wel, voorzitter. De insprekers hebben een fantastisch mooie illustratie gegeven van de verschillende segmenten in de recreatiewoningenmarkt. Volgens mij is het ook de bedoeling om de komende 4 jaar te gaan kijken of die segmentatie ook is aan te brengen. En om daar ook maatwerk voor te gaan leveren. Wat wel is van, ja, kijk, we hebben nu een beperkt aantal mensen gesproken. Dus ik zou het college graag willen oproepen om toch met een bredere groep ook te spreken. En ook breder op de parken die in het onderzoek worden betrokken. Daar wil ik graag een antwoord op. Ja. Dank u wel. Meneer Rodemond, aan u het woord. Hij doet het, dank u. Voorzitter, dank u wel. De heer Jonkhans zegt het ook al, de insprekers die geven ons een mooi beeld van de verschillen in de problematiek. Waarbij de oproep van de Vereniging van Eigenaren van Park Moskou mij sowieso al een enige tijd bezighoudt. En inderdaad dat zij zien dat hier en daar een dubbelbestemming op het park mogelijk is, waardoor permanent bewonen legaal wordt. Dat leidt tot de vraag, het lijkt soms wel alsof deze gemeente het beleid tot nu toe heeft gevoerd van we gaan legaliseren wanneer mogelijk. Alleen in dit geval aarzelen we daar in ieder geval sterk mee en leidt dat dus tot mijn vraag, waarom zou het nu niet mogelijk zijn om in dit specifieke geval legalisering mogelijk te maken? Mede gezien het feit dat mensen hier al tientallen jaren wonen en dat hier nooit een echte recreatiebestemming op heeft plaatsgevonden. Dan het pleidooi van de stoetenslag, een beetje de andere kant van de medaille wat dat betreft. Het pleidooi richt zich op onder andere arbeidsmigranten en mensen met sociale problemen die om wat voor reden dan ook geplaatst worden in de woningen. Nog even los van het vraagstuk permanent bewonen ja of nee, denk ik dat het goed is dat ons bestuur ook zich richt op deze groepen inwoners van onze gemeenten. Omdat daar natuurlijk wel een woonplek voor gezocht zou moeten worden. En misschien kunnen we daar separaat aan dit vraagstuk nog een onderzoek aan wagen. Samen bijvoorbeeld met de woningcorporaties of iets dergelijks. Om te zien of we de mensen wel goed kunnen blijven huisvesten. Zonder dat we dan de illegaliteit induiken. Tot zover. Dank u wel, mevrouw Hof. Dank u wel, voorzitter. Ik heb een...
nog een tweetal vragen naar aanleiding van het raadsvoorstel. En dat betreft de argumenten 3 en 4. Mijn vraag is of het betekent dat de wethouder inderdaad aan de slag gaat met het vinden van een gedragen en zeker ook structurele oplossing voor het probleem. En als dat zo is, kan de wethouder dan al wat meer zeggen over zijn voorgenomen aanpak of handelwijze? En is de wethouder voornemens, die haakt daar natuurlijk aan, om meerdere partijen, dus niet alleen de betrokken bewoners, want daar is op Park Moskou sprake van, maar op Stoetenslag is weer een heel andere situatie. Dus daar zijn ook weer andere partijen bij betrokken, misschien ook een stichting Recreon. Ik heb geen idee, maar of de wethouder daar ook wat over kan zeggen. Aanvullend heb ik nog wel een vraag. Heeft de wethouder aan de 4 jaar tijd die hij nu vraagt, want hij koopt eigenlijk met dit raadsvoorstel 4 jaar de tijd, heeft hij daar genoeg aan? Waarbij ik wel wil uitspreken dat ik hoop dat dat zo is en misschien, of eigenlijk nog wel sneller. Welke parken betreft het nog meer? We hebben hier nu 2 parken horen inspreken, maar ik denk dat er nog meer parken zijn voor wie deze problematiek geldt. Dus daar wil ik ook graag wat meer over horen. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Hof. Kijken wie we dan nog hebben, dan gaan we naar mevrouw Kelder. Volgens mij bent u nog niet aan het woord geweest. Dat klopt, meneer de voorzitter. Voorzitter, we hebben vanavond aandachtig geluisterd naar de personen die hier hebben ingesproken. En vooral ging het over Park Moskou. We hebben ook de brief gelezen van Plaatsenbelang Bergentheim en de voetbalvereniging van Bergentheim. Wat zij vooral aangeven is dat ze zorgen hebben over de verloedering en verpaupering van het park. En de onveiligheid die op het park ontstaat als daar niemand meer woont. En maar dat het ook kan doorwerken in de verdere omgeving. Nu wilt u, college, de verlenging van de 6-jaarsregel, deze verlengen met 4 jaar. Vindt u ook niet dat u beter kunt zoeken naar een oplossing zodat we over 4 jaar niet weer hierover hoeven te spreken met elkaar? Als op koerspunt nu zijn we van mening dat het huidige voorstel geen echte oplossing is namelijk. Wij pleiten voor een definitieve oplossing en ook de provincie twijfelt aan het huidige beleid. Is het geen zaak om nu al in te spelen op de komende veranderingen en ons voor te bereiden op de echte oplossing? Wij als fractie van op koerspunt nu denken dat een mogelijke oplossing bijvoorbeeld door het toekennen van een dubbelbestemming met aanpassing van het bouwbesluit. Wij pleiten hier als partij al heel lang voor en worden daarin nog gesterkt door de verloedering die op sommige parken toeslaat. Bovendien zijn wij bang dat hopen en wachten op verruiming van de woningmarkt een illusie is. En denkt u aan maatwerk voor het park Stoetenslag? Want ook daar zijn de problemen maar net omgekeerd dan Park Moskou. Dank u wel, mevrouw Kelder. Dan ga ik als laatste naar mevrouw Joldersma. Dank u wel, voorzitter. U dacht, ik bewaar de langste inbreng voor het laatst. Zeker, ik dacht dat zo in te schatten. Dus laten we dat vooral doen dan, mevrouw Joldersma. De raadsvoorstel dat roept bij ons nogal een aantal vragen en opmerkingen op. En dat is misschien ook wel heel terecht. Want het zijn best wel vraagstukken waar heel veel gemeenten mee worstelen. En wij vinden dan toch ook belangrijk dat dit voorstel goed wordt besproken. Laten we beginnen met de constatering dat het bij bezoek van al die parken, waar dan bekend is dat er permanente bewoningen zou plaatsvinden, ben ik gaan kijken. En dan moet ik toch echt constateren dat we in onze gemeente hele mooie recreatiewoningen hebben. Maar dan kom je direct op de volgende vraag van ja, wat is nou eigenlijk permanente bewoning? Want de gemeente zegt, we hebben nu eigenlijk nog 61 gevallen over van permanente bewoning. Nou, als je kijkt naar de definitie van permanente bewoning, dan zitten daar eigenlijk 2 elementen in. Aan de ene kant het element van ingeschreven staan in de gemeente. Het lijkt erop alsof die definitie vooral is gehanteerd. Nou, het blijkt uit alle rechtszaken dat het ingeschreven staan in de gemeente nog niet altijd zegt dat je er permanent woont. Want er is een rechtszaak over geweest en daar was dus juist iemand was ingeschreven, maar was geen permanente bewoning. Ander criterium is dat het een hoofdverblijf is. Nou, de definitie van een hoofdverblijf is dat je er 180 dagen zo'n beetje per jaar woont. Nou, ook dat is een beetje een vreemde definitie, want gaan we nou tellen hoe lang iemand een jaar hier precies is? Dus ook een moeilijke. Dus we hebben eigenlijk nog wel wat vraagtekens van waar dat getal van 61 nou precies op is gebaseerd. Zijn dat nou de gevallen van voor 2004? Zijn er gevallen van tussen 2004 en 2012 erbij opgeteld? Wij zouden dit een beetje de langwoners willen noemen.
Maar daarnaast heb je natuurlijk de gevallen die net ook door de insprekers zijn genoemd. Mevrouw Rolsma, sorry dat ik even onderbreek. Ja. U gaf aan op voorhand dat uw licht de langste bijdrage heeft. Ja. Nu laat u toch wel een redenering zien die wat mij betreft heel erg technisch van aard is. Ja. En u had die vragen ook op voorhand aan het college kunnen stellen. Dan had u die ook op voorhand kunnen beantwoorden. Okay. En hadden we hier een iets meer politieke discussie en politieke vragen gesteld kunnen krijgen. Dus ik wil u wel vragen om u nu ook te beperken tot de politieke vragen en niet de technische vragen. Ja. Ik kan me voorstellen dat u dat een technische vraag vindt. Het is nogal nieuwkomen dat ik dat de volgende keer moet doen. Maar ik vind het eigenlijk ook wel politieke vragen. Ja, maar dan moet u heel duidelijk de richting aangeven waar u naartoe wilt. En misschien wat minder de cijfers daarbij gebruiken. Nou, dan zal ik de richting aangeven waar wij naartoe zouden willen. En eigenlijk is de richting van we kiezen nou als gemeente voor een beleid van handhaven. We willen dat consequent doen. Nou, we hebben net een aantal voorbeelden gezien dat dat handhaven toch nog niet zo eenvoudig is. Heeft ook te maken met die aantallen. Waar is die 61 op gebaseerd? We hebben gehoord dat er na 2012 nog gevallen zijn bijgekomen. Zitten die nou bij die 61 erin of zitten ze er niet bij in? Dus daar kun je nog wel wat twijfels over hebben. Dan is na 2012 zien we dat de wereld wat is veranderd. Dat het rijksbeleid is veranderd. Nou, de provincie geeft iets meer ruimte als je kijkt naar de omgevingsverordening. Maar nog niet helemaal, nog niet zo heel veel. Maar gelet op de inbreng die we net hebben gekregen, vragen wij ons af of we nog niet een beetje te voorzichtig nu gaan met veranderingen. Want we gaan eerst pilots doen. Het lijkt me nogal moeilijk om pilots te doen als je het hebt over zo'n voorstel van mag je blijven wonen of niet. Want dan kunt mensen niet tijdelijk iets toestaan. Dus is een pilot wel de goede weg om er met elkaar uit te komen. Via verlenging is eigenlijk een soort verlenging van wat wij toch wel zien als een soort besluiteloosheid. We weten het nog niet helemaal, dus we gaan nog maar 4 jaar even dat verlengen. Maar nog steeds met mensen in het beeld van straks moet je eruit. Je kunt wel vragen stellen of als je tijdelijk in een permanent bewoont, of dat nou echt zo heel erg is. In bepaalde gevallen is dat wel erg, daar hebben we net een paar voorbeelden van goed. In andere gevallen is dat misschien helemaal niet zo erg voor mensen die hier een baan hebben of die dan ook op dat terrein wonen. Dus volgens ons is er wel wat meer nuance in het beleid mogelijk. Dat kan je niet zomaar doen, want je moet wel een beleid hebben waar er geen rechtsongelijkheid bestaat. Maar wij zouden eigenlijk voor pleiten, laten we nou langzaam naartoe gaan naar het vinden van criteria waarin je gaat zeggen, nee, we gaan handhaven. Dat beleid, dat zetten we voort. Tenzij. En die tenzij zou je de komende tijd volgens ons met een beetje snelheid proberen moeten te formuleren. Want anders blijven we nog heel lang op deze weg verder. Dank u wel, mevrouw Jols. Maar volgens mij bent u aan het einde van uw betoog gekomen. Ik ga nu naar de heer Jonkans die een vraag heeft. Ja, ik had een vraag voor mevrouw Jols. Maar want ik hoor een heel pleidooi van hoe het allemaal zou moeten. Maar dit voorstel gaat volgens mij alleen maar over het verlenen van 4 jaar uitstel. En er staat ook wel in dat voorstel van in die 4 jaar gaan we onderzoeken hoe het verder moet. Dus ik verbaas me een beetje over de, nou ik zou bijna zeggen de felheid waarmee u pleit hoe het al helemaal ingevuld moet worden terwijl er nog niks is onderzocht. Nee, maar dit beleid begint natuurlijk niet vandaag. We hebben al heel lang met deze situatie te maken. Je ziet beweging bij een aantal gemeenten. Je ziet dat in Drenthe dat er al beweging plaatsvindt. We hebben hier ook gehoord, je moet dat maatwerk. Maar je kan eeuwig blijven onderzoeken hoe je dat maatwerk dan krijgt. Maar wij willen eigenlijk college oproepen tot een beetje snelheid. En toch ook langzamerhand de beweging te maken van alleen handhaven. Wat we jaren hier hebben gedaan. Dat we zeggen, nee, we moeten meegaan met die beweging van nee tenzij. En kom dan heel snel. En dat hoeft volgens mij ook nog geen 4 jaar te duren. Tot die criteria waarin je een uitzondering kan maken. Nou, we hebben net al gehoord van de verschillende inbrekers dat die criteria heel belangrijk zijn. In het ene geval wel, in het andere geval niet. Meneer Jonkans. Ja, nee, met deze toelichting dan denk ik van ja, nee, dan snap ik het. Maar ik bedoel, er werd zo ingevuld hoe het zou moeten. En ik denk wat mevrouw Jolders maar zegt van, nou ga het onderzoeken en doe het liefst zo snel mogelijk, zodat er voor de verschillende parken zo snel mogelijk duidelijkheid is. Nou, daar kunnen we niks anders dan onderschrijven. Ja, ik hoor dat het ook wel een beetje makkelijk is. Dus mevrouw Jolders, ik wou eigenlijk proberen af te ronden, want volgens mij komt er niet heel veel nieuwe informatie naar voren. Volgens mij bent u het redelijk met elkaar eens. En zouden we dus nu ook gewoon naar de portefeuillehouder kunnen gaan om die het woord te geven en om de vragen te beantwoorden. En ik kijk even naar achteren. Dat zou in principe de heer Sluijzer zijn, maar volgens mij neemt de heer Breukelmans dat nu. Voorzitter, vergeet u een partij.
Ik vergeet het helemaal, meneer Schuurman. Dat dacht ik. Ik ben blij dat u zich meldt. Ja, meneer Brugman, sorry voor het loopje weer even, maar ik denk dat het goed is dat u even in beweging bent gekomen. Meneer Schuurman, aan u de uitsmijter. Dank u wel. Er is natuurlijk al ontzettend veel gezegd. ChristenPlus is van mening dat we deze 4 jaar heel goed moeten bekijken van wat gaan we nou daadwerkelijk doen. Kijk, zoals mensen nu zitten, ze hebben daar een woning. We kunnen het niet verkopen. Daar komt verloedering, terwijl dat mensen anders daar misschien gaan investeren in duurzame energie en noem maar op. Dus wij willen graag pleiten voor een onderzoek zo snel mogelijk en dan ook een goede beslissing, zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Dank u wel, meneer Schuurman, voor de uitsmijter. Meneer Brugman, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ik zal me naar die opmerking wat nederig opstellen. Nou, ik zou het verhaal niet doen, meneer Breukeman. Nou, het past u niet. Voorzitter, dank voor de vragen vanuit de raad en ook de discussie die hier gevoerd is en ook die van de insprekers. Maar strikt genomen hebben we het vanavond wel over de handhavingskant van het permanente wonen in onze recreatieverblijven. En bij de afwezigheid van de heer Snijders zal ik u namens het college de vragen beantwoorden aangaande dit handhavingsvraagstuk. Maar zoals u ook gemerkt zult hebben, is er ook een bredere discussie ontstaan die niet alleen raakt aan dat handhavingsvraagstuk, maar ook aan volkshuisvesting en wonen en ook aan vrije tijdseconomie. En ik zal proberen om dicht bij het voorstelde te blijven, voorzitter, maar ook wel iets van perspectief te schetsen op die andere terreinen. Het beleid in Hardenberg is altijd als volgt geweest: geen toestemming voor bewoning van recreatiewoningen. Dat was en dat is ook altijd de lijn van de provincie Overijssel. Ik kom daar zo meteen nog even op terug. In de gemeente Hardenberg is het permanent wonen in een recreatiewonen feitelijk dan ook nooit toegestaan geweest. En daar is dus ook nooit aan meegewerkt, met uitzondering van de persoonsgebonden beschikkingen die afgegeven zijn in de voormalige gemeente Avereest. In 2012 heeft uw raad lang en veel gesproken over dit onderwerp en ook om te kijken of kunnen er bepaalde impasses doorbroken worden. En de raad heeft destijds bepaald dat permanente bewoners van recreatieparken die al daar waren ingeschreven voor 1 oktober 2012 6 jaar de tijd hadden om te zoeken naar een gepaste oplossing. Te meer ook omdat werd vastgehouden aan het beleid dat van permanente bewoning in recreatiewoningen geen sprake zou zijn. En met die uitspraak van de raad is de organisatie ook aan de slag gegaan. Dat wil zeggen dat sinds 1 oktober 2012 meer is ingezet op die handhaving. Handhaving en ook preventie. Op het moment dat mensen zich bij de balie inschrijven op een recreatieadres, dan krijgen zij van ons te horen dat dit niet is toegestaan en dat in strijd is met het beleid van onze gemeente. Blijft de inschrijving in stand, dan versturen wij vervolgens ook een waarschuwingsbrief, gevolgd door een tweede waarschuwingsbrief waarin ook het onderwerp van dwangsommen aan de orde komt. En dat geldt zowel voor de huurders als verhuurders, dan wel eigenaren van de verschillende recreatiewoningen. En dat beleid lijkt ook wel vrucht af te werpen, omdat het aantal permanente bewoners in de afgelopen jaren, degenen die voor 2012 geregistreerd waren in ieder geval, met de helft zijn afgenomen. En ook van de aanvragen die later zijn geweest, proberen we zoveel mogelijk, en dat lukt ook redelijk, zoveel mogelijk die te weren uit het permanente wonen in de recreatiewoningen en deze mensen door te laten stromen naar andere reguliere woonvormen. Echter, dat handhavingsbeleid van na 2012 biedt niet de oplossing voor de meervoudige problematiek die samenhangt rondom de recreatieparken en de bewoning daarvan. Dat hebben we net ook bij een aantal insprekers kunnen horen. Want die problematiek die is veel breder. Hoe gaan we om met verloedering en verpaupering? Dat kwam ook aan de orde zojuist. En met overlast op de verschillende parken. En zeker waar dat ook schaadt aan de recreatieve functie van die parken. Hoe gaan we om met vragen rondom tijdelijke huisvesting? Mevrouw Joldersma tipte dat ook even aan. Ik kom daar ook in het te vormen programma Wonen even bij u
op terug, op die tijdelijke huisvesting? En hoe gaan we om met plekken waar geen urgente problematiek nu is, op dit moment, aan zich op de locatie, maar waarbij in het geval van strikte en harde handhaving, hè, dus het formeel uitvoeren van het huidige beleid, leidt tot andere problemen, namelijk dat mensen in problemen komen op de woningmarkt. Dus dan heb je ze aan de ene kant ga je handhaven, krijg je weer de andere kant weer terug op de woningbouwproblematiek. Zoals gezegd hebben we dus te maken met een complex vraagstuk. Dat bleek ook wel uit de insprekers, waar niet alleen de gemeente, maar ook eigenaren, beheerders en niet te vergeten de provincie een belangrijke rol in hebben. In april vorig jaar is door Provinciale Staten van Overijssel een motie aangenomen die graag meer maatwerk ziet voor de gemeente. Daaruit is ook de werkgroep Vitale Vakantieparken gekomen die ik geloof een dag of 4 of 5 geleden, kort voor het weekend, is bekrachtigd. En voor de uitvoering van deze motie wil gedeputeerde Staten ook graag een aantal pilots draaien. U heeft het ook in het voorstel kunnen lezen. Om welke oplossing kunnen we dan vinden voor de verschillende problematieken die op dit gebied samenkomen. En daarin wordt onder andere gekeken naar het verschil tussen de parken, hè, dus de recreatieve waarde van een aantal parken, investeringen die daar gedaan worden, verpaupering, verloedering, overlast, maar ook naar de huisvestingsproblematiek en naar de hobbels die we tegen zouden kunnen komen als je daar kijkt naar de oplossingen voor meer permanente bewoning. We hebben het dan over bouwbesluit, woningbouwafspraken en dat soort zaken. Het is ons gelukt om de Veghel-gemeente aangemeld te krijgen voor het draaien van pilots. Vorige week, zoals ik net al zei, is besloten dat die werkgroep er komt en ik mag aan die werkgroep zelf ook deelnemen. En die werkgroep gaat gevormd worden door gemeentebestuurders en ook met de provincie daarin. En uit deze pilots, uit het samenspel met de provincie, willen we kijken welke verschillende oplossingen voor de verschillende problemen naar voren komen. En natuurlijk hadden we graag gewild dat een dergelijke ontwikkeling had plaatsgevonden in de afgelopen 6 jaar. Zodat we bij het aflopen van de 6-jaarstermijn, zoals die in 2012 met u is afgesproken, we meer naar een definitieve oplossing zouden kunnen gaan. We moeten echter ook constateren dat dit in de afgelopen 6 jaar niet is gelukt. En dat is voor een groot deel van deze termijn ook, heeft het ook te maken met dat er in het provinciale beleid geen grote veranderingen zijn geweest. En daarbij concluderen we ook dat er geen grote veranderingen hebben opgetreden als het gaat om de verkoopbaarheid van de recreatiewoningen. Een inspreker refereerde daar ook aan. En dat krapte op de woningmarkt nog steeds aan de orde is. En dat we voor die verschillende problemen op zoek moeten naar verschillende oplossingen in de vorm van maatwerk. En daarom stellen wij ook nu voor om die 6-jaarsregel te verlengen met 4 jaar. Van 1 oktober 2012 hebben we dat afgesproken, nu te verlengen met 4 jaar. Zodat de uitkomsten van die pilots en het al dan niet daaruit voortkomende maatwerk bekeken kan worden samen met de partners om te zoeken naar toekomstbestendige oplossingen. En het is onze ambitie als college om in deze raadsperiode te werken aan een meer bestendige oplossing voor de brede problematiek. Zoals gezegd, zowel op het gebied van verpaupering, die schaadt aan recreatie, maar ook aan de problemen die spelen aan de volkshuisvestelijke kant. En dat zijn eigenlijk de eerste twee insprekers die daarop gerefereerd hebben. En ik denk, voorzitter, met dat betoog ook de meeste vragen te hebben beantwoord. Ik kijk even rond of dat inderdaad zo gevoeld wordt. Nee. Mevrouw Joldersma. Hoe moeten we dan die 4 jaar zien? Moeten we dat zien als uitstel van executie? Of betekent dat ook dat dat dus een beweging kan zijn naar een soort nee-tenzij-beleid? Want eigenlijk geeft de provincie en de omgevingsverordening daar ook al 2 opties voor. Nee-tenzij. Ja, voorzitter, dan moeten we even 2 zaken scheiden. Als we kijken naar de omgevingsverordening van de provincie, dan zou je daar uit kunnen halen dat er mogelijkheden zijn. Kom je wel allerlei dingen tegen over het bouwbesluit, over woningbouwafspraken, dat soort zaken. Maar de motie van PS van april 2017 roept eigenlijk op, kijk eens door middel van meer pilots naar maatwerk voor een oplossing. Het huidige beleid in Houdenberg is altijd geweest geen bewoning van recreatieverblijven. Nou, als je dat nu heel strikt wil handhaven, dat beleid wat we nu hebben, dan komen een aantal mensen in grote problemen. Daarom zeggen we, laten we nu 4 jaar wachten. 2 jaar is te kort, want dan kan ik net de uitkomsten van de pilots niet goed gebruiken om naar een goede toekomstbestendige oplossing te gaan. Maar ik heb absoluut ambitie, en volgens mij heeft hij dat ook uitgesproken, van nou ja,
probeer wel het tempo daarin te houden. Ik heb absoluut die ambitie om in deze raadsperiode te komen tot een meer toekomstbestendige oplossing wat dat betreft. Dus zo moet u die 4 jaar ook inschatten. Meneer Gelling. Ja, voorzitter, mijn eerste vraag is nog niet beantwoord. Of de gemeente zelf ook haar bijdrage levert aan de gedeeltelijke verloedering door het plaatsen van mensen die daar aan bijdragen op de parken en de stoetenslag in het bijzonder. Ja, voorzitter, voor zover ik kan nagaan is dat in de afgelopen jaren niet gebeurd. Vanaf 2016 in ieder geval niet. Hoe dat precies daarvoor zit, heb ik niet helemaal helder. Dus dat zou voor u na kunnen gaan. Aan de andere kant, als we willen denken in de oplossingen, en daar heb ik u ook voor nodig, ja, is het misschien ook voor nu even niet zo relevant. Meneer Gelling, wel of niet relevant? Ja, nou ja, in zoverre, voorzitter, dat ik toch sterk denk dat er een duidelijke problematiek ligt. Dat onderkent u wel, hè? Maar dat het ook niet zo kan zijn dat de gemeente zelf daar haar bijdrage aan levert door voor ergernis te zorgen en zelfs de ontwikkeling van de vakantieparken in de weg te staan. Want juist op een park waar wel recreatie nog hoog in het vaandel staat, bent u zelf kennelijk de oorzaak ervan dat daar de behoefte om te recreëren wat afneemt. Dus in zoverre wel relevant. En de tweede opmerking en aanvulling op het net cijfer de pilot, zou de VVD toch heel graag zien dat u Park Moskou dan meeneemt in die pilot. Omdat wij veronderstellen dat mocht u tot het onheuse besluit komen om daar niet permanente bewoning toe te staan, u wellicht ook daar gaat komen tot een verloedering die zijn weergaan niet gaat kennen. Ten meer omdat plaatselijk belang zich daar al ernstig over uitgesproken heeft en ook het park op zich. Nou, wij goed begrepen hebben, maar al wisten, al 46 jaar voor permanente bewoning wordt gesteld. U zegt wel in uw betoog, wij geven geen toestemming, geen medewerking en wij leggen dwangsom op. Maar daar is tot nu toe nog bijzonder weinig van terechtgekomen. En dat ziet u, maar daaruit zou je kunnen afleiden dat je wel degelijk medewerking verleent. Wat op zich goed is, maar wij zouden u toch met klem willen vragen om voor Moskou in ieder geval de pilot wel heel erg serieus te nemen. Ja, dank u wel, meneer Gelling. Ik wil toch voordat de portefeuillehouder kan reageren op Park Moskou, wil ik u toch wel even heel specifiek de vraag stellen die de heer Breuken aan u gesteld heeft. Moeten we verder terug gaan kijken dan 2016? Wat de inbreng van de gemeente daarin is geweest? Dat hoeft niet, maar de relevantie is natuurlijk wel dat op dit moment, als je met ontwikkeling bezig bent van parken, niet nog steeds de oorzaak bent van een deel van het probleem. Ja, dat is helder, maar dan hebben we ook even de helder dat die vraag niet beantwoord hoeft te worden. Ja, nee. En dan wil ik u graag het woord geven om de beantwoording te doen over Park Moskou. Dan die ene laatste opmerking van de heer Gelling over die dwangsomme handhaving, dat soort zaken. Ja, moet u wel even het verschil blijven maken tussen de bewoning voor 2012 en na 2012. Waarin we na 2012, na het raadsbesluit, nadrukkelijk meer hebben ingezet op die handhaving. Dus dat even zeg maar, ter nuanceringen daarvan. Als het gaat om die pilots, gaan we samen met de andere bestuurders kijken wat zijn nou goede parken voor die pilots. Uit die pilots moeten een aantal oplossingen komen die wel voor geschikt moeten zijn natuurlijk ook voor al die andere parken. Moskou zou daar één van kunnen zijn. Maar ik zeg u sowieso ook vast toe dat als Moskou niet bij die pilot hoort, dat mij dat niet van de plicht ontslaat om met die mensen in gesprek te gaan. Omdat natuurlijk een oplossing voor de situatie daar wel gewoon moet komen. Pilot of geen pilot. Voorzitter, nog één reactie. Dat is een hele prettige toezegging die denk ik breed gewaardeerd wordt. Maar een ander punt is dat volgens mij het provinciebeleid twee kanten kent. Dat is enerzijds het revitaliseren van de vakantieparken. Dat is het hoofddoel. Nou, ik denk dat u dat ook heel duidelijk zou moeten doen. Hè? Want dat wat gerevitaliseerd kan worden, dat moet u niet nalaten. Maar dat geeft wellicht ook tevens de ruimte om daar waar, en dan komen we toch weer op Moskou. Want we hebben dan 40 van de 61 permanente bewoners te pakken. Toch wel specifiek aandacht verdient. Maar ik hoor u al zeggen dat u dat in ieder geval ook gaat doen. Hè? Ja, voorzitter, als ik daar kort mag aanvullen. Ja, graag. Helemaal mee eens. Je moet ook zeker in die pilot kijken naar verloedering, verpaupering ten opzichte van de recreatieve functie van een aantal parken. Dus daar ook zeker aandacht voor. En ik ben gisteren ook bij de gedeputeerden geweest, maar daar ook aangegeven dat maatwerk niet alleen voor die categorie is, maar ook voor een aantal parken waar de recreatieve functie eigenlijk niet meer is. Daar willen we ook een oplossing voor. En dan kan het niet zo zijn dat ik daarin enorm gepakt word als het gaat om bijvoorbeeld de woningbouwafspraken. Dus daar moeten we met elkaar over in gesprek. Kijk even rond, volgens mij is het voldoende. Nee, voorzitter. Een aantal van mijn vragen is niet beantwoord. En als ik even mag inhaken op wat meneer Gelling net riep. Ik denk dat je met Moskou inderdaad een belangrijk park te pakken hebt qua permanente bewoning. Als je dat al als problematiek zou willen aanmerken, dat is één. Vandaar ook mijn vraag, om welke parken zou het nog meer gaan? Dat was één van de vragen die niet beantwoord is. Ook
Mijn vraag blijft een beetje, wat is een pilot? En mijn andere vraag net was ook, wie zijn daar nog meer bij betrokken? Want ik hoor u zeggen partners en ik hoor u zeggen overheden. Maar ik hoor u eigenlijk minder zeggen, bijvoorbeeld VVE's of... Nou ja, noem het maar. Dus daar wil ik ook even wat meer van weten. Het voortouw nemen we in de Vechtdalgemeente samen met de provincie. Uiteraard ga je daar in gesprek met alle betrokkenen rondom die parken. Dus dat zeg ik u ook graag toe wat dat betreft. En die vraagt ook van de structurele oplossing eigenlijk, de vraag die ik nog had staan. Ja, daar ben ik uiteraard naar op zoek en het liefst ook zo snel mogelijk. En die pilot moeten we kijken van kunnen we, want nu hebben we één beleid, dat is handhaven. Nou, we hebben allemaal vanavond gezien dat één beleid geen oplossing is voor de verschillende problematieken die aan de orde zijn geweest. Dus je moet kunnen differentiëren in je beleid, zonder dat het er meteen raakt aan, zeg maar, meteen rechtsongelijkheid of dat soort zaken. Dus dat moet in dat maatwerk naar voren komen. Maar dat snap ik. Maar dan blijft de vraag, wat bedoelt u nu precies met een pilot? Want ik bedoel, als een pilot is, we gaan het een tijdje aanzien, dan heb ik daar bijvoorbeeld wat moeite mee. Want dan gebeurt er in feite niks. Nee, ik kan me niet voorstellen dat een van de pilots wordt. Maar je zou kunnen zeggen, nou ja, misschien moet er ergens geïnvesteerd worden. Of misschien kunnen we ergens in samenspraak met andere mensen komen tot de vermindering van... een aantal woningen die ergens aanwezig zijn. Dat soort dingen die een beetje out of the box zijn. Laten we daar eens in kijken. En voor de ene park geldt dan dat we misschien moeten richten op... laten we eens proberen zoveel mogelijk dingen te verzinnen... dat we weer de recreatieve waarde herstellen. En bij anderen geldt misschien wel dat de recreatieve waarde niet meer aanwezig is. En dan ga je meer op zoek, ja, hebben we dan sprake van tijdelijke huisvesting? Of is hier zelfs wel sprake van misschien permanente bewoning? Maar daar hebben we een aantal stappen nog wel af te vinken. Voldoende mevrouw Hof. Hartstikke goed. Dan lijkt het alsof de vragen in voldoende mate beantwoord zijn. Dan kijk ik even rond of er nog behoefte is aan een tweede termijn. Mevrouw Joldersma, het woord. Ja, het is een vervolg op de vragen die zijn gesteld. Maar eigenlijk proef ik dat de wethouder zegt dat we uitgaan van een soort tweesporenbeleid... waar we aan de ene kant de pilots hebben, maar dat ontslaat ons niet van de plicht... om met onze eigen bewoners en de mensen van de parken in gesprek te gaan... En eigenlijk de verschillende situaties die zich voordoen te analyseren. Want dat is eigenlijk ook wat in het coalitieakkoord staat. Heer Breukelman. Ja, voorzitter. Volgens mij is dat een goede constatering. De uitkomsten van de pilot die willen we gebruiken voor alle parken die we hebben. Maar ook de parken die niet in de eerste instantie in de pilot zitten. En die wel bereid zijn om met ons in gesprek te gaan. Dat zeg ik er wel nadrukkelijk bij. Ja, daar ga ik uiteraard graag ook mee in gesprek. Goed, dank u wel. Volgens mij zijn we dan... aan het einde gekomen van de behandeling van dit stuk. Een best wel uitvoerige behandeling met veel insprekers. Goed met elkaar gedachten gewisseld. Rest mij nog één vraag. Ik denk dat ik hem kan invullen. Maar gaan we hier een bespreek of een hamerstuk van maken? Hamerstuk. Hamerstuk. Ik hoor hamerstuk. Voorzitter, wij zouden graag de mogelijkheid voor willen behouden om er een bespreekstuk van te maken. Na intern overleg in onze bekende fractievergaderingen. Kijk, nou goed, als u dan daar wel een seintje van wilt geven wat de uitkomst van is... U bedoelt van de fractievergadering, voorzitter, of van het, wat de uitkomst is? Van de uitkomst graag. En als u meer wilt delen over de fractievergadering, dan laat ik dat volledig aan u. Dank u wel. Prima, uitstekend. Ik hoor achter mij al pauze, maar die had ik al in het verschiet. Het lijkt me goed om de vergadering 10 minuten te schorsen. En ik wil u wel verzoeken om stipt 9:10 weer aanwezig te zijn. Dank u. Beste mensen... Ik zou graag willen beginnen. Ik denk dat we vast met de vragenronde beginnen. Ik wil zeggen, als we nu met het rondje beginnen, dan zijn we volgens mij vanavond heel snel klaar. Dus heer Stelstra, ik denk dat u een heel goed voorstel doet. Goed. Mensen, we zijn aangekomen bij de behandeling. Als ik even nu uw aandacht mag en de stilte mag. Bij agenda punt 5... Voorzetting programma Ruimte voor de Vecht. En ik kijk even rond wie ik daarvoor het woord mag geven. Mevrouw Kloekhorst. Meneer Gelling. Mag het ook meneer zijn? Nou, het mag ook beide zijn. De heer en mevrouw Kloekhorst. En dat samenvoegend klinkt ook weer heel bijzonder, realiseer ik me, maar toch. De heer en mevrouw Kloekhorst, de heer Gelling, de heer Nijhoff... Mevrouw Hof, en dat is dan, de rest is volgens mij naar huis, geen idee.
in ieder geval niet aanwezig, dus ik wil het dan ook graag beperken tot de aanwezigen. Mevrouw Kloekast, ik begin bij u. Dank u wel, voorzitter. Onze fractie heeft met belangstelling de overeenkomst in het raadsvoorstel gelezen. Hoewel de ambities voor de middellange termijn geformuleerd zijn, dus maar liefst 2 raadsperiodes verder, zien wij een brede commitment om belangrijke thema's als biodiversiteit en duurzaamheid. Onze fractie heeft 2 vragen. Is er een reële kans op overlap met anderen? Er wordt geschetst dat er een reële kans is op overlap met andere netwerken, werkgroepen of samenwerkingsverbanden. Hierin zit een risico dat organisatiebelang in de toekomst zwaarder gaat wegen dan ambities en integrale samenwerking. Op welke wijze wordt er hierop in de nieuw te vormen organisatie voor gewaakt? Is het bijvoorbeeld onderdeel van de jaarlijkse evaluatie en rapportage? Verder viel ons op dat er voor de niet nader gespecificeerde handgeld een toezegging wordt gevraagd voor de komende 4 jaar. Maar voor de structurele kosten maar voor 1 jaar en dit op te nemen in de begroting 2019... om daarna tussen de haakjes aan te geven dat het toch om 2019 tot 2022 gaat. Ik zou graag willen weten hoe die financiën nou precies gespecificeerd moeten worden. Dank u wel, mevrouw Kloekhorst. Dan ga ik naar de heer Kloekhorst. Hoewel niet logisch, sluit ik me toch aan wat vragen betreft wat mevrouw Kloekhorst zegt. Daarnaast heb ik nog een eigen vraag en dat is... Namens Op Koers maken wij ons eigenlijk zorgen over het ontwikkelen van doorzettingskracht. In het verleden lag die bij het waterschap. Een beetje van wie betaalt, bepaalt. We hebben daar dankbaar van geprofiteerd, maar maken ons zorgen dat in de nieuwe opzet, dat die in de nieuwe opzet zal ontwikkelen. Anders gezegd, zal er niet te veel water door de vecht stromen voordat er een besluit valt. Dat was het in eerste instantie. Helder, dank u wel. De heer Gelling. Voorzitter, dank u wel. Om te beginnen zouden wij graag van de wethouder een reactie willen op de brief ook van LTO die gekomen is. Waarbij in de overeenkomst niet werd gesproken van het uitbreiden van natuur. Maar in het raadsvoorstel zoals die ligt wel. Het is overigens überhaupt zo dat de centrale doelen zoals hier in het voorstel staan wat afwijken van de doelen die in de samenwerkingsovereenkomst staan. Dat was vraag 1. En vraag 2 was in de samenwerkingsovereenkomst, want daar tip ik dan even naartoe met uw instemming. En er staan wel een heleboel hele brede gedachten en uitwerkingen. En dat hebben we vaker gezien hier. En om teleurstelling achteraf te voorkomen, zouden wij graag willen zien dat de wethouder zich sterk maakt voor het toch wat maken van een soort dashboardje daarvoor. Als het gaat over optimaliseren en het verbeteren van, dan is het wel prettig om te weten hoe nu in ieder geval die status is ten opzichte van dat wat bereikt gaat worden. Dat in de eerste termijn. Goed, dank u wel, heer Gelling. De high-tech dashboardjes. Meneer Nijl, van u het woord. Voorzitter, voorlopig is het CDA kritisch over het voorstel. Er zit bij de stukken geen evaluatie van het afgelopen traject van Ruimte voor de Vecht. Wat waren de doelstellingen, wat zijn de resultaten? Natuurlijk kunnen we iets zien, maar goed... De doelstellingen waren breder dan alleen zien. Het voorstel gaat slechts over middelen voor het kernteam. Dit kernteam zal plannen uitwerken, maar deze plannen zullen een veelvoud van de kosten van het kernteam bedragen. Zijn er indicaties van bedragen en zijn er afspraken over gemaakt? Er is naar onze mening geen inzicht in de financiële consequenties en wie gaan deze dragen? Terwijl wel duidelijk is dat de provincie een terugtrekkende beweging maakt. Het geheel lijkt ons toch wat vrijblijvend. Kan de portefeuillehouder daarop ingaan? We onderschrijven de opmerking van de LTO wat betreft de doelstelling, die in dit stuk anders verwoord is dan in de oorspronkelijke plannen. Bij het stuk zit een overzicht met doelstellingen op middellange termijn, richting 2027. Als CDA zouden we toch graag zien welke doelstellingen men heeft voor de periode waarvoor het geld wordt gevraagd. We moeten die periode eerst overbruggen. Realiseren alvorens we verder kunnen. Mevrouw Kloekhorst sprak over handgeld van 17.000 euro. Kan de portefeuillehouder een aantal concrete voorbeelden geven waarvoor dat bedoeld is? Mijn laatste punt is, in het coalitieakkoord zijn afspraken gemaakt over natuurinclusieve landbouw. Als CDA willen we daaraan vasthouden en dat betekent naast ecologische duurzaamheid ook economische duurzaamheid. Hoe gaat de portefeuillehouder dit realiseren? Voor zover mijn vraag. Dank u wel, heer Nijhoff. Mevrouw Hofer.
nu het woord. Er is al een beetje gras voor mijn voeten weggemaaid, maar wel nog een paar dingen. Kan de wethouder een aantal aansprekende voorbeelden noemen van wat het programma Ruimte voor de Vecht ons tot dusver heeft gebracht? Het haakt een beetje aan wat meneer Nijhoff ook vroeg. Wat krijgen wij precies voor het bedrag, de middelen die we beschikbaar stellen? En ook dat haakt eigenlijk wel aan voorgaande vragen, maar en daar wilde ik het voor deze termijn even bij laten. Dank u wel. Dan kijk ik naar de portefeuillehouder voor de beantwoording van de vragen. Meneer Terietstap, heeft u een aantal minuten nodig voor de voorbereiding? Dat kan ook. Nee, dank u wel, voorzitter. Ik probeer het en anders word ik er vast wel aan herinneren als ik een vraag heb gemist. In zijn algemeenheid gaat het denk ik, als ik de vragen zo hoor over van wat hebben we de afgelopen periode gedaan, wat we dan een vervolg geven. En wat zijn die doelstellingen ook alweer vanuit Ruimte voor de Vecht? Volgens mij is er door de gemeenteraad destijds in 2009 is er een masterplan door eigenlijk door alle partijen langs de vecht. Of eigenlijk alle huidige partners die nu de samenwerking willen voortzetten. Hè, is gezegd van, zijn alle doelstellingen helder omschreven. In de afgelopen periode is ook met elkaar geëvalueerd. Dat is dan zeg maar wel binnen Ruimte voor de Vecht heeft dat plaatsgevonden van hey, hoe kijken we daar nu tegenaan, wat van onze doelstellingen hebben we gehaald. Ik kan hele concrete voorbeelden wil ik best ook wel noemen. Sommige zaken zijn overigens nog in uitvoering, neem Ruimte voor de Vecht. Ik wil ook wel, een heel concreet voorbeeld wat ik ook zou willen noemen, die eigenlijk wat de Rieders verbeelding bijna altijd wel spreekt, zijn de aanleg van de sluizen. Als het gaat over bevaarbaarheid. Bevaarbaarheid is een van de thema's die heel veel verschillende belangen dient. En dat is eigenlijk ook wel iets wat je dus, en dat is ook altijd de kracht van Ruimte voor de Vecht geweest, dat je met heel veel verschillende belangen daar vertegenwoordigd zit. Ik kan ook heel dicht hier in Hardenberg blijven met een project als Vechtpark. Zeg maar wat een van de voorbeeldprojecten, van de boegbeeldprojecten binnen Ruimte voor de Vecht is. Deels zit daar een bijdrage in. Deels is er ook met elkaar, want je vindt niet alleen in Hardenberg plaats, maar het vindt ook in Ommen plaats, het vindt ook in Dalsen plaats en het vindt zelfs ook in Zwolle plaats, waarin, dit is allemaal even vanuit de voorbeelden, waarin geprobeerd is om die vecht veel meer als verbinding te zien en ook dat als de kwaliteit hier voor deze regio, en er zit ook een deel van het sociaal-economisch in, met name als het gaat over de beleving vanuit recreatie en het kunnen benutten van de vecht, wat daarmee gerealiseerd is. Dus heel veel verschillende plekken aan de slag. Die evaluatie laat trouwens ook nog een hiaat zien. Die zegt van ja, boven Hardenberg heeft er wat minder plaatsgevonden. Hè, rond Gramsbergen bijvoorbeeld. Dat is een van de aspecten waar we nog, ook in het coalitieakkoord zoals het nu is omschreven. Maar wat eigenlijk ook binnen de partners van Ruimte voor de Vecht met elkaar geconcludeerd is. Ja, daar zitten nog wat witte vlekken waar we minder met elkaar aan de slag zijn geweest. Daar lagen ook andere opgaven. Nou, daar geef ik denk ook antwoord op een vraag. Ik dacht dat die van het CDA was van ja, we hebben het nu over procesgeld. Het klopt dat als het gaat over de inrichting. Dit is eigenlijk wat je zegt, wij hebben met elkaar een samenwerking. En we hebben elkaar weten te vinden. We werken aan een soortgelijke doelstellingen die we met elkaar hebben vastgesteld. En ik denk best wel dat we bij wijze van spreken nog eens eventjes weer het, wat was dat ook alweer? Want ik besef me wel dat het 2009 is geweest. Zo lang werken we al met elkaar samen. Meerdere coalitieperiodes. Het enige verschil is niet de doelstellingen. Maar het is vooral dat de provincie heeft gezegd, omdat zoveel van de doelstellingen al gehaald zijn, willen we wel verder, maar wel in een andere rol. Maar als partners gezamenlijk gezegd, we zouden wel graag een vervolg daaraan willen geven, want we zijn er nog niet helemaal. Vandaar dus om nu daar wel mee verder te gaan. Maar ik zoek eventjes van ja, die doelstellingen en zelfs wel een evaluatie die daarop heeft plaatsgevonden. Ik ben wel bereid om die te delen, maar die gaat best wel heel erg in detail. Maar het zou me kunnen voorstellen dat daar wel een behoefte Voor is. Dan wil ik die vraag toch even in het midden van uw raad leggen. Om daar antwoord op te geven. Is er behoefte om dat te delen? Dat is van 2009. Ja. Ja, meneer Nijhoff? Ja, ik denk het wel. We hebben in ieder geval een beeld. Want de portefeuille geeft een aantal voorbeelden. Maar gaat bijvoorbeeld niet in op waterveiligheid en op economische impulsen voor het gebied. Die zijn er waarschijnlijk ook geweest. Ja. Maar goed, het gaat om eigenlijk. Het hoeft geen uitgebreid boekwerk te zijn, maar om op een aantal doelstellingen duidelijk aan te geven van wat zijn nou de resultaten. Is daar aan het voldoende? Voorzitter, mag ik daar nog één aanvulling aan maken? Jazeker. Want wat mij niet helemaal helder is wat nou precies dan deze club zeg maar daarin doet. Hè? Dus, want niet dat als het waterschap hier staat dat die datzelfde voorbeeld geven dat ze zo met het vechtpark bezig zijn geweest. Dus wat is nou specifiek de invulling geweest van dit project Ruimte voor de Vecht in die totale activiteiten en maatregelen die hebben plaatsgevonden?
En dat is wat ik heb proberen aan te geven, voorzitter, is vooral wat die club dan doet, is dat eigenlijk alle belangen, hè, het zit van landbouw, natuur, verschillende overheden, de staatsbosbeheer, de grondeigenaren, ze zijn allemaal vertegenwoordigd. We hebben met elkaar dus over die visie nagedacht, waar willen we naartoe? Wie heeft zijn vertaling destijds gekregen, of heeft zijn beslag gekregen in dat masterplan Ruimte voor de Vecht, waardoor de verschillende overheden allemaal is vastgesteld. Wat doen wat doet dat samenwerkingsverband? Het is een soort netwerkorganisatie, zeg maar eventjes, en zoals het een vervolg zou krijgen, is met elkaar ook daarop wijzen en concrete voorstellen die plaatsvinden om, en daarvoor noemde ik de bevaarbaarheid, maar ik kan ook wel een heel concreet ander voorbeeld noemen, wat nu heel actueel is, wat ook kansen biedt voor het stroomopwaartse deel. Het is misschien wat technisch, maar je hebt het hoogwaterbeschermingsprogramma, dat speelt bij de dijken, dat noemen ze primaire dijken. Dat is stroomafwaarts, dat ligt vanaf tussen Zwolle en ik denk ongeveer tot Ommen. Daar ligt een bepaalde norm om, er wordt niet aan die norm voldaan, er moet geïnvesteerd worden. Dat heet het hoogwaterbeschermingsprogramma. Je kunt dat allemaal in die dijken investeren. Wat is nou de kracht van Ruimte voor de Vecht? Is dat je naar het hele stroomgebied van de Vecht durft te kijken. En dat je dus de keuzes zou kunnen gaan maken, of in ieder geval ook onderzoeken in deze fase. Van, ja, zou je een bepaald deel van die opgave, om die doelstelling te realiseren, ook niet al maatregelen stroomopwaarts, bijvoorbeeld in Hardenberg, om niet alleen aan die waterdoelen, niet alleen aan natuurdoelen, of niet alleen sociaal-economisch, maar die in samenhang. Dat gebeurt niet als je iedereen met zijn eigen opgave het veld instuurt. Dat gebeurt wel als je met elkaar daar integraal naar durft te kijken. Dus ik hoop dat dat antwoord is op de vraag wat die meerwaarde integraliteit is. Is dat voldoende beantwoording, meneer Gelling? Nou, ik twijfel niet aan de goede intenties, maar dit soort van initiatieven hebben natuurlijk alles in zich om uiteindelijk weer na zoveel jaar te constateren dat er heel veel geld toegegaan is, maar dat je met een ontevreden gevoel blijft naar zaken die we eerder hebben gehad. Dus we willen eigenlijk voorkomen, daarom ook wat behoefte aan, zeg maar, nou, dit is het nu en daar gaan we naartoe. Als ik heel concreet mag zijn, bijvoorbeeld bij de vrije tijdseconomie staat dat er meer... Voor die verder gaat, ik wil graag even een aantal punten afgevinkt hebben, want anders gaan we te veel door in de discussie. En blijft de vraag die net in de midden gelegd is, van is er behoefte aan beantwoording op de doelen die behaald zijn. Hè? Dat gaf volgens mij de heer Nijhoff ook heel duidelijk aan, van ik heb wel wat behoefte om helderheid te krijgen van welke doelstellingen zijn er geweest en wat is daarvan gerealiseerd. En volgens mij is het, en ik kijk daarmee even naar de portefeuillehouder, wellicht ook goed om nog even kort de structuur van Ruimte voor de Vecht weer te geven, omdat het toch een behoorlijke periode geleden is dat het gestart is. En wellicht dat uw vraag dan daarmee ook voldoende beantwoord is of dit soort trajecten het niet in zich hebben om vervolgens weer in herhaling te vallen en veel geld te verdienen, als ik dan even met mijn eigen woorden mag praten. Nee, maar die vraag was al beantwoord volgens mij. Maar ik dacht dat we een leuke discussie aan het voeren waren, maar kennelijk... Ja, nee, die wil ik even doorbreken, want volgens mij wil ik verder met de beantwoording. Dat is ook goed hoor, als je ja of nee wilt horen, is dat prima. Dan uitstekend, dank u wel. Kunt u de toezegging doen die ik zojuist heb proberen samen te vatten naar meneer de portefeuillehouder? Dat was al de samenvatting, begreep ik. Ik stuur het masterplan toe en we hebben een heel projectoverzicht met allerlei zaken die hebben plaatsgevonden rond Ruimte voor de Vecht. En dan mag ook ieder zijn eigen oordeel daar vervolgens over vellen. Volgens mij kunnen wij dat wel toezeggen. Graag, hartstikke goed. Mooi toezegging. De samenvatting, om eens te zeggen. Ik kijk even rond of dat voldoende is, of dat er nog meer behoefte is. Ik zie dat het voldoende is. Mooi, dank u wel. Ja, fijn. Gaat u verder met eventuele andere vragen te beantwoorden? Even kijken naar de verschillende soorten vragen. Want ik had wel het idee dat daar een vrij... dan gaat het ook over ja, welke doelstellingen ga ik even naar op koers die ik hier nu zo willekeurig op mijn volgorde even pak. Ja, wie betaalt, bepaalt. Nou, de kunst van Ruimte voor de Vecht was wel dat er heel... De waterdoelstelling was zeer prominent. Van daaruit wordt heel erg geredeneerd. En zo waren er nog een aantal wettelijke opgaven. Ik noemde PAS, noemde EAS, noem KRW, er waren wettelijke opgaven die eigenlijk zijn invulling kregen via het programma Ruimte voor de Vecht, omdat we daar met alle partijen in gesprek waren. Daar werd altijd gedacht vanuit al die verschillende doelstellingen en uiteindelijk meet je wel af. Met hoogwaterbeschermingsplan gaat het gewoon over het verlagen van het risico van het peil. Daar moet je wel aan voldoen. Alleen kijk je dat je het op een zodanige manier doet dat je ook andere doelen tegelijkertijd kunt dienen. Dus ik denk niet dat die doorzettingskracht in die zin, en de doorzettingskracht heeft zich wel bewezen, dat die aangetast wordt, zeg maar, doordat we nu naar een meer een netwerkorganisatie of minder regierol van de provincie. Want dat is eigenlijk het enige verschil, hè? Nog niet eens van het laatste. Een deel van de hardware ligt er natuurlijk ook al, maar de provincie had puur de regie, die financierde dat ook, dat hele onderdeel. En nu ga je dat als partners gezamenlijk doen. Ja, vraag
Heer Kloekhorst? Ja, even een aanvullende vraag. Begrijp ik het goed dat de doorzettingskracht nu uiteindelijk bij het waterschap wegkomt? Een netwerkorganisatie zoals deze doet niets af aan de verantwoordelijkheden van alle instanties die er zijn. Dus als er een waterdoelstelling gehaald moet worden, dan heeft dat niets met doorzettingskracht te maken. Je kijkt alleen of je met die verschillende partners, en uiteindelijk moet een waterschap altijd zijn doelen ook verantwoorden aan haar bestuur, of aan het algemeen bestuur, zeg maar. Dus dat of ik begrijp het niet, maar dat feit dat verandert in ieder geval niet, zeg maar. De verantwoording blijft hetzelfde. Ja, voldoende, dank u wel. Een andere was over, dat proefde ik toch een beetje uit de vraagstelling, dat er ik wil hier heel duidelijk neerleggen dat met name, en ik heb ook het idee dat daar wat de spraakverwarring over die doelstellingen rond natuur, en ook over de uitbreiding, dat ook een deel van uw vragen. Ik moet eerlijkheidshalve zeggen dat ik de brief van LTO niet, maar ik heb LTO wel gesproken en die ook de zorg met mij gedeeld heeft over hoe het stuk nu is geduid. Oh, hij ligt nu achter mij, maar die is denk ik vrij recent verstuurd of zo, kan dat? Oké. Dus die brief heb ik niet. Maar ik heb LTO wel gesproken, ik ga eruit dat dezelfde strekking is. Ik wil hier nog eens weer duidelijk, ik nam net al wat voorbeelden van wettelijke kaders die gewoon gerealiseerd moeten worden. Dan heb ik het over de PAS, dan heb ik het over de EES, dan heb ik het over KRW. Dat zijn zaken die we willen realiseren en laten we vooral daar het netwerk voor gebruiken waar we binnen ruimte voor gevecht hebben. Wij vergroten niet de opgave voor natuur door voortzetting van het programma Ruimte voor Gevecht. Wij kunnen wel kijken of het programma Ruimte voor Gevecht, waar alle partners verenigd zijn, kunnen gebruiken als organisatiestructuur, zeg maar, om die doelstellingen te realiseren, om ook andere belangen te dienen. Dat wil ik daar over zeggen. Mag ik daar een kleine reactie? Dat is mij niet helemaal duidelijk, hoor. Want de vraag was eigenlijk een heel eenvoudige van LTO. Hè. Er stond niet in uitbreiden van natuur. En dat wordt nu wel niet in het voorstel overigens, hoor, want dat is onverminderd het voorstel als het lag. Maar in uw toelichting staat nu als een van de drie hoofddoelen uitbreiden van natuur. Ja, en uitbreiden. Nee, want ik vermoedde dus ook dat die daarop ingingen, zeg maar, die drie doelstellingen. De doelstellingen van Ruimte voor Gevecht zijn samengevat de waterveiligheid, natuur. En nu staat die geframed als uitbreiding van natuur. En daarvan zeg ik dat het programma Ruimte voor Gevecht in zichzelf niet die uitbreiding van die natuur nastreeft, maar dat het wel een methode of een organisatie is waarbinnen je de opgaven die er wel degelijk zijn vanuit andere wettelijke kaders, zoals ik genoemd heb, die je probeert zijn beslag te krijgen. Het programma project Resematen, misschien wel bekend hier, hè, grotendeels in Ommen, maar grotendeels in Hardenberg, dat vindt zijn oorsprong ook binnen Ruimte voor Gevecht, maar de opgaven voor natuur die er liggen zijn heel nadrukkelijk vanuit met name hier aan EAS. En voor het Ommerse deel ook vanuit de PAS. Dus dat bedoel ik daarmee te zeggen, dat het in zichzelf niet die uitbreiding heeft. En als je het hebt over het specifieke project, want dat sluit dan aan bij die vraag wat wij nastreven met Ruimte voor Gevecht, noordelijk van Hardenberg, zeg maar, tot Gramsbergen. Dat is iets waar wij apart terugkomen naar de Raad en wat ook hier de bevoegdheid blijft. Samen met onze partners, bijvoorbeeld het waterschap, zoals we ook met het Vechtpark hebben gewerkt. Om te kijken hoe we daar invulling in en welke specifieke doelen wij daar zelf willen realiseren. Dat zit hem niet in het programma Ruimte voor Gevecht expliciet. Oké, maar blijft dan wel staan in het raadsvoorstel? Want daarin verwijst u wel naar de overeenkomst waar LTO een van de partners van is. Ik ga toch even naar die brief. Als het over dat woord gaat, kijk, het voorstel wat er nu ligt, dat ligt er zoals het er ligt. Dat wil ik wel voor u aanpassen. Volgens mij hebben we wel eens eerder met elkaar het gesprek gevoerd, kan ik dat aanpassen? Kijk, als het woord uitbreiden die associatie opwekt. Hè? En ik probeer uit te leggen dat het wat mij betreft zeker een andere associatie zou moeten hebben. Waarmee je niet hoeft uit dat de natuur uitbreidt, maar dat kan ook vanuit een hele andere wettelijk kader of iets dergelijks zijn. Als het die associatie opwekt, dan vind ik dat het de verkeerde associatie is. Nou, daar ben ik met u eens. En dan zou het, denk ik, ons, mijn fractie in ieder geval, maar ook de briefschrijver LTO en deze dingen conveniëren. Als u zou zeggen, nou, in dit voorstel heeft het er dus niet mee te maken. Wat u niet ervan weerhoudt om naar de Raad terug te komen met uw eigen specifieke gedachten en ideeën. Omdat het hier nu gaat over deze samenwerkingsovereenkomst waar LTO partij bij is, lijkt het mij wel zuiver om uitbreiden van natuur dan weg te laten. Nou, meneer Gering, als ik daar even op mag reageren. Dat kan voor u weliswaar zo zijn, maar ik ben dan toch wel even benieuwd wat de rest van de Raad daarvan vindt. Want de suggestie wordt wel gedaan dat het wellicht
anders bedoeld is. Maar voordat we daartoe overgaan, lijkt het me wel verstandig om even een rondje te doen hoe daar in de breedte naar gekeken wordt. En ik zie de heer Nijhoff al, die wil daarop reageren. De heer Nijhoff. Ja, ik denk dat het mijn voorstel zou zijn om gewoon de doelstellingen zoals ze verwoord zijn in het masterplan, om die gewoon één op één over te nemen. Ja. En voor twee is dat gelukt en de één is aangepast. Ja. In het huidige stuk. Voor twee van de drie bedoelt u? Twee van de drie zijn goed overgenomen en één is aangepast. Ja. Voorzitter, we komen nu wel in een heel erg semantische discussie. Want er staat gewoon in het voorstel. En het integraal realiseren van de natuuropgave. Ja, en als iets nog niet gerealiseerd is, dan betekent dat een uitbreiding van de natuur. Dus waar hebben we het in vredesnaam over? Voorzitter, mag ik dat aanvullen? Zeker, mevrouw Hof. Want ik vind eigenlijk de uitleg van de wethouder daarin wel ruimschoots voldoende. En de vier punten die aan de gemeenteraad worden voorgesteld, daar staat ook gewoon in te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst en voortzetting van het programma. Nou, dat lijkt mij voldoende. Gecombineerd met wat de wethouder net heeft uitgelegd. Ik zou zeggen, pijn laten staan. Mag ik dan een vraag stellen, voorzitter? Nee, meneer Gelling, want ik wil graag even het rondje afmaken. En dan kunt u dan uw vraag stellen. Want ik wil ook even weten hoe andere partijen erin zitten. Dus ik ga wel even, in dit geval, ook naar 50+. Ben ik even benieuwd hoe de mening daar is. Geen mening mag ook, maar... Nou, ik denk dat de wethouder voldoende beantwoord heeft. Met onze betreft. Ja. Op koers nog een aanvulling? Ja, de wethouder kan ons geruststellen door het aan te passen. Ik kijk naar de heer Rodemond. Nog een aanvulling of niet? Wat mij betreft is de beantwoording van de wethouder meer dan voldoende. Kijk even of ik de heer Boshoven. Wat mij betreft is ook voldoende beantwoord zo. Goed. Volgens mij... Heeft u als portefeuillehouder nu voldoende beeld wat u hiermee kunt doen? En is hier voldoende over gediscussieerd? Ja, we zitten hier niet in de besluitvormende raad, dus wat dat betreft leg ik het even bij u neer. Volgens mij hebben we voldoende gedeeld en standpunten met elkaar omtrent dit onderwerp uitgewisseld. Dan blijf ik wel even kijken naar de heer Gelling. Ik weet niet of u nog een aanvullende vraag heeft van andere aard. Of kunnen we de discussie rondom de spraakverwarring beslechten? Nou nee, ik denk dat gezegd wat ik wilde zeggen. Ik vind het echt merkwaardig. Maar goed, als het dus de meerderheid dat vindt, die er overigens niet is volgens mij. Volgens mij vindt de meerderheid dat aangepast moet worden. Dus ik denk dat de wethouder inderdaad wel weet wat hij moet doen dan. Prima, helder. Maar dat is niet de toevoeging die ik zocht. Ik dacht dat u even een andere vraag zou hebben. Goed, ik ga terug naar de portefeuillehouder om te kijken of er nog meer vragen te beantwoorden zijn. Ja, dus 17.000. En er waren vragen over gesteld. Volgens mij meer, de PvdA sowieso. En over die financiering, of dat nou... Nee, dat zit ook voor 4 jaar lang, vragen wij dat. Daar wil ik dan ook wel klip en klaar over zijn. Het gaat over 50.000. Nou, de dekking is deels 25 vanuit de GRP en 25 vanuit de begroting. 50.000 voor 4 jaar, waarvan deelname het programma 33.000 kost, met die hele programmakosten. En 17.000, ja, en waar gebruik je dat dan voor? Nou, het idee is juist dat je dat vaak niet ziet aankomen. Anders hadden we het wel specifiek benoemd. Daar had je ook vragen. Maar het komt juist heel vaak voor dat zich kansen voordoen. Dat kunnen kansen zijn op het gebied van recreatie, van een voetpad. Dat kunnen kansen zijn die bijdragen aan de doelstelling als het gaat over... nou, er was een project rond landbouw en over de waterhuishouding op erven. En er doet zich daar een kans voor waarin je gewoon snel wilt kunnen schakelen... Is het wel handig dat je binnen een kader enige ruimte hebt om daar af en toe eens op kunnen te inspelen. En in een verantwoording, zoals in de PNC-cyclus, kunnen we daar natuurlijk ook duidelijkheid over geven. Wat we daar dan ook mee hebben gedaan, zeg maar, hè, als je het over die 50.000. Dus dat kan ik wel. Maar juist omdat we het niet weten, vraag. Ja, akkoord. Zeker voor die 17.000. Maar het staat wat onduidelijk in het voorstel. Of die 33.000 nu incidenteel is, of dat voor 4 jaar, maar dat is dus voor 4 jaar. Voor 4 jaar ook, de 50.000 betreft, ja. Akkoord. Ja? Ik heb het idee dat ik, kijk, de reële overlap met andere netwerken, als ik het goed heb, is dat de enige overgebleven vraag, voorzitter, en anders hoor ik het wel, had ik al aangegeven. Kijk, er zijn geen nieuwe netwerken en we werken altijd al met elkaar samen. Hè? Je gaat wel in een ander construct met elkaar en... ik heb het vertrouwen erin dat we elkaar daarin blijven weten te vinden. Hè. We bedoelen vanuit het Vechtdal Kompas, die zich veel meer alleen maar toespitst op vrije tijdseconomie
vind ik te smal, zeg maar, ook binnen ruimte voor een vernieuwde plek. Dat hebben we de afgelopen periode ook niet gedaan. Dat zijn ook hele andere constructen waarin je andere doelen nastreeft. Dus je moet daar wel alert op. En dat is volgens mij ook wat we hebben willen aangeven. Jongens, weet alert. We werken op heel veel plekken met elkaar samen in het Vechtdaal. En laten we vooral geen dingen dubbel doen. Dat is wat we willen voorkomen, zeg maar. Helder, de reden waarom ik het gevraagd heb is ook van, tuig niet iets nieuws op als er al zoveel bestaand is. Maar wees er ook waakzaam voor in de komende, als het voor 2027 die doelstellingen langzaam behaald gaan worden. Ja, dan kan het natuurlijk ook zijn dat daar steeds meer overlap komt. Ik zou zeggen, en dat daar wel voor gewaakt wordt. Het is zo jammer als je overal van die netwerkstructuren hebt. U heeft gelijk. Het betreft dus niet een nieuw netwerk hier. Maar het is wel een alert, want de ontwikkelingen kunnen wel zodanig zijn dat je nog eens een keer moet gaan kijken. Op het moment dat zich dat voordoet, zal ik ook zeker de eerste zijn om te zeggen dat we daar vanaf zouden moeten. En daar anders naar zouden moeten. Oké, nog even rond. Ik zie nog een vraag bij de heer Nijhoff. Ja, ik had nog een vraag. De laatste vraag dan even aan de heer Nijhoff voor de eerste termijn. Ja, ik had nog een vraag naar de doelstelling voor de korte termijn, dus de periode tot 2022. In het stuk zit er wel doelstellingen voor 2027, dus middellange termijn. Maar wat zijn nou de doelstellingen voor tot en met 2022? Dat was één vraag. En de andere vraag is, er zijn opmerkingen gemaakt in de coalitieonderhandelingen, het coalitiestuk. Daar wil ik nog wel even op ingaan. Kijk, die doelstellingen, wat ik al aangaf, dat we nu zaken, die doelstellingen blijven overeind, ook voor die korte termijn en die bevaarbaarheid. Ik vind ook een heel stuk van het uitnutten van de investeringen die we gedaan hebben. Met elkaar. Maar een andere doelstelling voor mij de middellange termijn is, die wij ook in onszelfde coalitieakkoord hebben omschreven, is dat wij vanuit Ruimte voor de Vecht, en dat is dus niet dat wij als gemeente met alle partners met elkaar van Zwolle tot en met Hardenberg, zeg maar eventjes, om langs de lijn van de Vecht te blijven, zeggen van er zit nog een hele duidelijke witte vlek bij Gramsbergen, waarin wij nog wel slagen kunnen maken om die wind te gaan boeken op het gebied van. Nou, bij Gramsbergen liggen nog enkele opgaven vanuit de EAS. Maar er zijn ook nog wel wat wensen, zeg maar, vanuit recreatieoogpunt. Hè. Er zijn verschillende dingen over de bevaarbaarheid. Binnen Gramsbergen zijn ook nog wat wensen. Die zijn hier ook, hebben ook een beslag daarin dus gekregen. Nou, dan is juist ruimte voor de Vecht. En dan zeg ik, dat is de middellange termijn ook. Om daar nog eens naar te kijken, dat je op dezelfde manier als dat we ook op andere plekken hebben samengewerkt, daar aan de slag kunt gaan. Om ook daar je doelen te realiseren, zoals je eigenlijk langs het hele lint van de Vecht wel hebt gerealiseerd. Dat is voor mij dus even voor de middellange termijn. En die natuurinclusieve landbouw, dat blijft wat mij betreft vier overeind staan. Want we hebben ook gezegd van, deels zit hem dat in het project waar we nu al aan het werk zijn. Hè? Dat is het Vechtpark, daar gaat dit voorstel niet over. En een ander deel gaat ook over, als we wel naar dat gebied richting het noorden kijken, richting Gramsbergen, dan komen daar weer nieuwe opgaven, er komen nieuwe gebieden in beeld waar we het gesprek over aangaan. En er liggen ook opgaven, hè, wat ik al zei, bij Gramsbergen nog wel vanuit de EAS. Er liggen nog een aantal hectares die ingericht zouden moeten worden vanuit andere wettelijke kader. Dat je gaat kijken, van kunnen we daar dan ook die slag maken van natuur, inclusieve landbouw. En op die manier die denkwijze daar wel blijven inbrengen. Goed. Dank u wel. Ik had net al even rondgekeken of dat voldoende beantwoording is. Dat is het geval. Ik ga even kijken of er nog behoefte is aan een tweede termijn. Dat is niet het geval. Dan rest mij de vraag of dit door kan als een hamerstuk of als een bespreekstuk. Voorstel een hamerstuk. Voorzitter, VVD fractie zal graag in afwachting van de aanpassing van de tekst, die denk ik op initiatief van CDA op koers en de VVD wel gaat komen, toch wel als een hamerstuk willen genoteerd. Bespreekstuk, inderdaad. Ja. Excuus. Duidelijk. Goed om te zien dat u het met elkaar eens bent. We gaan dit als bespreekstuk doorvoeren naar de raadsagenda. Dank u wel. Dan zijn wij aangekomen bij agenda punt 6. De kredietaanvraag voor klimaatrobuuste maatregelen in het Wilhelminasplein in Hardenberg. En ik kijk even rond wie ik daarvoor het woord mag geven. Mevrouw Hof. En u het woord. U bent verrast, merk ik. Ja. Ik keek even niet rond. Ik zat alleen met mijn vinger omhoog, dus ik dacht ik ben de enige, maar dat is niet het geval. Ik heb alleen uw vinger gezien, dus dan heb ik waarschijnlijk iets gemist. Ah, meneer Roos, Precies. Hoe kan ik u missen?
Twee vragen hierover. Welk probleem wordt er op het Wilhelminaplein exact opgelost bij de aanpak van de riolering? En in het verlengde daarvan, eigenlijk moet ik ze in omgekeerde volgorde stellen, maar goed, dat maakt niet uit. Maakt het Wilhelminaplein onderdeel uit van de voorgenomen aanpak waarvoor in totaal dat 500.000 per jaar beschikbaar wordt gesteld? Of is dit iets dat nu als extra naar boven komt? Dat was het voor nu. Dank u wel. De heer Roelofs. Dank u wel, voorzitter. In het verlengde van wat mevrouw Hof vraagt, zijn wij benieuwd of die 500.000 waarin de bijlage van geschetst wordt, dat met deze aanvraag dat die zo goed als verbruikt is, of daarmee ook dit jaar vol is. Oftewel, kunnen er nog nieuwe aanvragen verwacht worden op dit vlak? En daarnaast ben ik even benieuwd naar de combinatie met het plan voor de herinrichting van het plein. Want het plan komt later. En kunnen we dan nu al investeren in die maatregelen, zonder dat we daarmee het plan al vastgesteld zouden moeten hebben? Dus heeft dat geen relatie met elkaar wat invloed kan hebben op de kosten? Tot zover, dank u wel. Dank u wel. Kijken we naar de portefeuillehouder, de heer Terietstap. Bent u zover? Kijk, hartstikke goed. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik dacht dat de ronde nog langer was, dus ik was nog rustig aan het schrijven. Welk probleem wordt opgelost? Dat hangt ook wel een beetje samen met de vraag met het werk met werk maken. De reden dat wij nu dit krediet aanvragen is juist omdat het project aan het Wilhelminaplein plaats gaat vinden. Hè? Maar daar hebben we dus nu wel besluitvorming nodig of u, want dat is de werkwijze zoals we die hebben afgesproken, of u bereid bent om ook hier aan die doelstellingen te werken van het klimaat robuust te maken. Zeg maar. Dus dat is het antwoord op uw vraag. Ja, we gaan werk met werk maken. En welk probleem lossen we op? Ik denk het klimaat robuust maken van de samenleving is niet dat is een probleem wat we op heel veel plekken hebben, zeg maar. Hè? Wat het klimaat betreft eigenlijk het hele gebied, zeg maar. Dus wij pakken, en dat is eigenlijk de werkwijze die we hebben, laten we gebruik maken van mogelijkheden die zich voordoen. Dus op het moment, vooral met dit soort verharde omgevingen, hè, grote verhardingen met parkeren of iets dergelijks plaatsvindt, ga juist op die momenten ook meekijken. En daar biedt dit onderdeel van het GRP ook de ruimte voor. Om dan te kijken of je werk met werk kunt maken. Dus welk probleem dient zich voor? Nou, overal hebben we te werken aan klimaatrobuust. Hier dient zich een kans aan, zeg maar, we gaan hier aan de slag. En we willen die kansen niet onbenut laten. En daarom komen we nu ook weer met een voorstel. U heeft goed doorgerekend als het gaat over die 5 ton. Die is nu bijna op, zeg maar. Hè? Dus dat is wel wat wij hebben voorzien, zeg maar. Jaarlijks 5 ton wat wij kunnen besteden. Dus strikt genomen zou je kunnen zeggen, ja, binnen die 5 ton... hebben we die ruimte niet meer. Ik wil wel aangeven op het moment dat zich een enorm kans voordoet, en het is een jaarlijks terugkerend iets, hè, die 5 ton is jaarlijks beschikbaar, zou ik altijd willen onderzoeken of daar een mogelijkheid is. Maar dan kom ik, net als dat ik voor deze 5 ton altijd bij u terugkom, zou ik daar ook voor blijven terugkomen. Dus we kijken altijd naar kansen die zich voordoen. Als het budget, ja, dan zou ik dat wel moeten duiden, hoe ik dan denk aan dekken. Of dat ik bijvoorbeeld al naar volgend jaar. Maar dat zijn wat als situaties die zich nu nog niet voordoet. Strikt genomen, en dat is volgens mij daarmee geef ik volgens mij ook antwoord op uw vraag, mevrouw Hof, maakt dit onderdeel uit van die 5 ton. En opgeteld, ik dacht dat we er nog wel iets over hadden. Klein stukje. Niet de grote projecten dan. Ja. Goed, voldoende beantwoord zo. Stekend. Ik zou nog wel één vervolgvraag willen stellen, als vervolgvraag, ja, voorzitter. Zeker. Het was me nog niet helemaal duidelijk hoe u inging op de combinatie van wat we nu gaan doen in de investering voor de klimaatrobuuste maatregelen in combinatie met de herinrichting van het Wilhelminaplein. Dus hebben die twee in zoverre niet met elkaar te maken dat de investering van nu wellicht nog kan wijzigen door andere keuzes in de wijziging van het plein. Die relatie was ik nog naar op zoek. Ik weet niet zeker of ik hem begrijp. Ik ga hem proberen. Kijk, omdat het ontwerp nog niet in zich heel af is gerond, bedoelt u dat? Nee, maar wat we wel specifiek naar gekeken hebben, wat voor maatregelen zouden vanuit klimaatoogpunt willen gaan inbedden in die hele maatregelen die we rond het Wilhelminaplein. En die zijn wel min of meer, hè, ik geloof, over infiltratieriool, stukjes groen daarin toevoegen. En daar staat een zeker bedrag tegenover. Dat bedrag willen we, zeg maar, onderdeel uitmaken van het totale budget. En daarmee passen we dat dan in. Die opgaven moeten dan wel gerealiseerd worden. Hè? Laat dat wel even helder zijn. In het totaalontwerp van het Wilhelminaplein. Dus hij wordt daar wel in opgenomen. Ik hoop dat ik hem op die manier goed heb geduid. Ja? Ik zie dat hij voldoende beantwoord is. Rest mij nog de vraag of dit als hamerstuk door kan.
Daar lijkt het op. Dan gaat voorzitter. Deze... Ik zie nog een vraag bij de heer Kloekos. Even een steunbetuiging. Een steunbetuiging, doet u het? Wij kunnen ons heel goed vinden in de volgorde eerste riolering en dan het plein. Waarvan akte? Goed, al dus als hamerstuk door naar de raadsvergadering. Dank u wel. Goed, net zijn we aangekomen bij benoeming van de schaduwfractieleden, agenda punt 7. Wie mag ik daarvoor het woord geven? Mevrouw Kelder, de heer Brink en de heer Stelpstra. En ik ga beginnen bij de heer Stelpstra. Dank u wel, voorzitter. De ChristenUnie kan volledig instemmen met dit voorstel. Dank u wel. Dank u wel, meneer Stelpstra, voor deze bijzondere stemverklaring. Goed. Ik kijk even naar de heer Brink, want normaalwijs wou ik eigenlijk het rondje langs u maken. Maar gezien u voorzitter van het presidium bent, wil ik u eigenlijk als laatste het woord geven. Ik wil eigenlijk eerst een klein betoging als u me toestaat, voorzitter, vanuit de naam van het CDA. Gaat uw gang. Dank u wel. En ook nu is het CDA weer iets langer van stof, maar niet zo lang. Voorzitter, ter voorbereiding op een raadsvergadering worden raadsvoorstellen eerst besproken in een oriënterende ronde. Er kan sprake zijn van twee parallelle oriënterende rondes. En wanneer er sprake is van twee parallelle oriënterende rondes, is het voor eenmansfracties onmogelijk om deel te nemen aan beide bijeenkomsten. Dat wordt door deze fracties als een groot gemis ervaren. We hebben in het presidium diverse keren gesproken over het instellen van schaduwfracties tijdens de zogeheten oriënterende rondes. We hebben, zoals in het stuk staat te lezen, diverse voor- en nadelen tegen elkaar afgewogen en hebben uiteindelijk in meerderheid besloten dat de voordelen zwaarder wegen. Voor eenmansfracties heeft het instellen van schaduwfractieleden als voordeel dat zij hun stem kunnen laten klinken op het moment dat er twee oriënterende rondes zijn. En ook voor tweemansfracties is het werk door de inzet van schaduwfractieleden tijdens de zogeheten oriënterende rondes beter te verdelen. Maar heeft het instellen van schaduwfractieleden, voorzitter, dan alleen voordelen voor de kleine fracties? Nee. Want door het instellen en inzetten van schaduwfractieleden tijdens de oriënterende rondes is het mogelijk om potentiële raadsleden te laten warm draaien voor een toekomstig raadslidmaatschap. Dit maakt dat ik namens het CDA kan aangeven dat we enthousiast zijn over het voorstel zoals dat nu voorligt. Dank u wel. Dank u wel, heer Brink. Ik was al even te wachten wanneer komt nu het CDA-sausje, maar dat heeft u tot het eind bewaard. Dus ik had meer het gevoel dat u... Voorzitter, ze hebben mij altijd thuis geleerd het beste bewaar je voor uitstekend, het laatste. Goed, ik ga even naar mevrouw Kelder. Dank u wel, voorzitter. Benoeming schaduwfractieleden. Als fractie van Op Koers.nu hebben we als eenmans, eenvrouws fractie ook gebruik gemaakt van een tweede man, tweede vrouw, die de parallelle oriënterende rondes kon deelnemen, om zo als een volwaardige, goed geïnformeerde fractie mee kon doen in de raad. Als fractie vonden we dit zeer waardevol. En ook is dit de vergadering ten goede gekomen. In de praktijk van de laatste jaren komt het niet vaak voor dat de oriënterende rondes gelijktijdig zijn. Zo constateren wij en daaruit maken wij ook op dat een extra schaduwfractielid al één voor de één- en tweemansfracties noodzakelijk kan zijn. Bij de oriënterende rondes is het niet nodig om als volledige fractie aanwezig te zijn. Het zijn meestal de woordvoerders. Tevens de grotere fracties kunnen zich verdelen over de oriënterende rondes. En het lijkt ons voor de grotere fracties dan ook niet nodig dat een extra fractielid wordt benoemd. We zien er niet het nut en de noodzaak ervan in. Dan kijken wij als fractie ook naar de extra kosten en de tijd die aan de schaduwfractie moet worden besteed door de griffie en de bestuursondersteuning. Vandaar dat wij als fractie vinden dat we alleen de één- en tweemansfracties gebruik willen laten maken van één extra schaduwfractielid. Dank u wel, mevrouw Kelder. Ik dacht in eerste instantie, dit gaat heel erg mooi. Ik voel volledige ondersteuning, maar ik zie nu toch twee lijnen ontstaan. En een aantal meningen ontstaan. Ja, voorzitter, mag ik? Voordat u me in de reden valt, meneer Brink, ik wil dit toch graag even bij u in discussie brengen. Even voor de helderheid. Er zijn, wat mij betreft, geen vragen gesteld, maar wel heldere standpunten uitgewisseld.
Als er vragen gesteld waren, dan zou ik u, meneer Brink, het woord gegeven hebben om namens het presidium te reageren. Ik wil nu wel graag hier met elkaar de discussie over voeren, omdat er twee verschillende meningen naar voren zijn gekomen. Meneer Brink, ik wil u wel eerst de gelegenheid geven om vanuit het presidium en als voorzitter van het presidium te reageren. En dan ga ik naar de heer Gelling, want die zie ik ook aanstaande maken. En dank u wel, voorzitter. Ja. Zoals ik al aangaf, hebben wij in het presidium een aantal keer gesproken over de inzet van de zogeheten schaduwfractieleden. Het is logisch om dat alleen toe te staan bij de oriënterende rondes, omdat het democratische aspect in raadsvergaderingen veel meer naar voren komt. Vandaar hebben we ook gezegd, we hebben van nou, die schaduwfractieleden laten wij alleen deelnemen aan de zogeheten oriënterende rondes. We hebben ook overwogen in het presidium van, nou ja, moet je dat dan doen voor eenmansfracties, tweemansfracties of voor de hele raad, moet je dat mogelijk maken? Kijk, als je een grote fractie hebt, is het makkelijk, dan kun je, of makkelijker, omdat je meer mensen hebt aan wie je het werk kan toebedelen. Anderzijds is het wel zo dat, of je nou een grote fractie bent of je bent een kleine, je moet wel continuïteit hebben, ook als je kijkt naar raadsperiodes die op deze gaan volgen. Dus daar hebben wij bij stilgestaan en ik vind het een wijs besluit, en daar hadden we volgens mij ook een ruime meerderheid voor, dat we zeggen van nou, we gaan als fracties, gaan wij aan iedere fractie die dat wil een schaduwfractielid toebedelen. En dat is ook wat er in het voorstel staat. De kosten heeft onze griffier met dank daarvoor, die ook het voorstel vorm heeft gegeven, netjes in beeld gebracht. En wat ik ook, en wat meerdere van het presidium met mij eens waren, waar we ook goed over overlegd hebben, is dat je mensen ook wilt betrekken bij het lokale bestuur. En dat je ook wilt dat mensen zich gewaardeerd voelen. En doordat je deze schaduwfractieleden een iets formelere taak geeft, hou je ze ook de hele raadsperiode betrokken. En kun je ze ook een iets formelere taak geven. En dat gaf voor ons dan wel de doorslag. Om ook een goed overleg met ons griffier het voorstel van te geven zoals het er nu ligt. Dank u wel voor de nadere toelichting, heer Brink. Heer Gelling, ik zag u aanstalten maken om wat te zeggen. Ja, mede in de aanleiding van de discussie die nu ontstaat. Maar ik denk dat meneer Brink het uitstekend gezegd heeft. En de VVD-fractie schaart zich daar volledig achter onder dankzegging voor dit besluit. Want het speelt al lang en ik denk dat het nu opgelost is. En dat iedere fractie daar bij de juiste invulling veel baat bij heeft. Ja, dank u wel. Ik kijk even rond of er nog verdere opmerkingen. Minister. Ja goed, de ChristenUnie kan zich niet helemaal vinden in de lijn van een koers. Wij zien het als een waardevolle aanvulling. Ook voor de fractie. En we zijn eigenlijk benieuwd of op koers met een initiatiefvoorstel dan wel een amendement gaat komen. Daar gaan we in onze fractie nog over hebben, want komt dat de volgende keer aan de naar voren. En ik zal ook tijdig op de hoogte stellen daarvan. Ja? Zoals een goede samenwerking betaamt. Ik kijk even rond of er verdere toevoegingen zijn vanavond. Nee, dat is niet het geval. Ja, dan kan ik eigenlijk maar één ding concluderen, dat dit als bespreekstuk doorgaat naar de raad. Tenzij op koers op dit moment dat denkt van, goh, gezien een goede samenwerking moeten we toch meteen maar... Nee. Ik moet wel met mijn schaduwfractie ook even de uitleg geven waarom. Zeker, zeker. Hartstikke goed. Geconstateerd dat dit als bespreekstuk doorgaat naar de raadsvergadering. De volgende keer. En nu is inmiddels mijn scherm uitgelogd en heb ik even tijd nodig om weer in te loggen. Maar volgens mij, als ik het goed ingefluisterd krijg, zijn we aangekomen bij de rondvraag. Dus ik kijk, ik wou weer bijna zeggen de heer Boshart, maar de heer Boshoven, wat op het hart is. Hè, dat, nou goed. De heer Boshoven en de heer Roelof zie ik. Ik kijk even verder. De heer Schuurman. De heer Boshoven, ik begin bij u. Ja, voorzitter, hartelijk dank. Ik gebruik dit moment graag even om aandacht te vragen voor een commissievergadering Ruimte en Water van de Provinciale Staten, die is geagendeerd voor 12 september. Deze gaat over de actualisatie van de omgevingsvisie. En hierin wordt gesproken over het gebruiken van onze lege gasvelden voor opslag van afvalwater of CO2. Hiertegen heeft de gemeente een zienswijze ingediend, het vorige college, waarmee we aandrongen op het wijzigen van de tekst naar het standpunt dat de provincie in principe
tegen het gebruiken van onze ondergronden is. Deze zienswijze is tenzijde geschoven. De volledige argumentatie daarvan kunt u ongetwijfeld vinden. En daarom verzoek ik toch het college, bent u bereid om in te spreken bij de commissievergadering om het standpunt nogmaals kracht bij te zetten? Dank u wel. Ik inventariseer eerst even de vragen en dan ga ik de portefeuillehouders verzoeken om daar antwoord op te geven. Nu ben ik even kwijt wie de volgende vraag stelt, de heer Roelofs. De volgorde maakt me niet heel veel uit, maar dank voor het woord. Naar aanleiding van de inspreker en de gewoonte om niet aan de hand van een inspreker het college aan het woord te laten, wilde ik verzoeken om het schoenmakershuisje te agenderen op onze vergadering. Dank u wel. Waarvan acte. Dan ga ik naar de heer Schuurman. Dank u wel, voorzitter. Momenteel is er een evaluatie bezig in verband met de koopzondagen. Kerkelijke instanties zijn erbij betrokken, maar niet de ondernemers uit de kleine gebieden. Komt het nog? Of wat is daar de achterliggende gedachte van dat die er niet bij zijn? Laatste heb ik niet goed verstaan, heer Schuurman, dus kunt u het herhalen? De kleine ondernemer, dus Cipkelo noem ze wel, die zijn niet uitgenodigd. Komt het nog? Of gaan we daar gewoon overheen balsen? Dus de vraag is, worden de ondernemers in de kleine kern nog uitgenodigd voor de evaluatie? Exact. Of niet? Exact. Helder. Volgens mij twee heldere vraagstellingen die open blijven staan. Dan kijk ik eerst naar de heer Bruinsma voor de beantwoording over het inspreken over de ondergrond en het gebruik daarvan. En dan gaan we daarna door naar de volgende vraag. De heer Bruinsma. Ja. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb inderdaad kennis genomen van uw mening of van uw constatering. Ik heb daar zelf nog geen beeld bij. Het is mij nog niet bekend dat dit zo is. Tuurlijk zijn wij tegen afvalwater in onze ondergrond. Dat is nog steeds het standpunt van onze college. Ik ga het vooruit zoeken. Ik ga er eerst even met mijn ambtenaar over praten. Even kijken wat een goede plan van aanpak is. En als het mocht het helpen om in te spreken, dan zullen we dat natuurlijk doen. Ik zie dat het naar tevredenheid is beantwoord. Dan ga ik naar de heer Terietstap over de evaluatie van de zondagsopenstelling in de kleine kernen. Ja, voorzitter, ik wil geen spelbreker zijn. Maar gaan we nou vragen die tijdens de raadsbehandeling zijn behandeld hier in de rondvraag nog een keer behandelen? Het is in ieder geval vrij. Even mijn vraag aan u als voorzitter. Ja, nee, maar het is volgens mij in ieder geval vrij om de vraag te stellen van wat de voortgang is. En daar mag de rondvraag wat mij betreft voor gebruikt worden. En de beantwoording is wat mij betreft ook kort en niet ter discussie. Wij spreken ook met ondernemers uit kleine kernen. Is dat kort handig? Kort en krachtig antwoord. Volgens mij voldoende, meneer Schuurman. Er wordt gesproken met kleine kernen. Ik wil nog wel even terugkomen op de vraag van de heer Roelofs. Ik was even heel kort en zei waarvan akte. Wel goed om voor u te weten dat dat wel via de agendacommissie wordt gespeeld, alvorens het op de agenda geplaatst wordt van een vergadering. Uitstekend. Maar dat even ter verduidelijking. Hartstikke goed. Dan ben ik gekomen bij de afsluiting van deze vergadering. Dank voor uw aanwezigheid voor de eerste vergadering van dit seizoen. Dank u wel.